Are we rolling? Yes, we're rolling. Oké, tof. Jongens, welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Vandaag heb ik in de studio een van de grootste vechtsporticonen die onze wereld misschien wel kent, Mike Passanier. En Amsterdam sportschoolhouder, voor de meesten die hem daar zullen kennen. Hoe lang heb je al een sportschool in Amsterdam? 19 jaar. 19 jaar, ja. En de meeste... Eigen sportschool, hè? De eigen sportschool, ja. Daarvoor gaf ik overal hier en daar les natuurlijk. Ja. Zoals iedereen eigenlijk, weet je. En dan word je wegbezuinigd. Of de sportschool die houdt opeens op te bestaan van een andere dag. Of de belasting komt en die doet een slot op de deur. Ja, Je hebt alles meegemaakt, hoor ik. Ja. Maar de meeste mensen die naar Eindbazen luisteren en die niet bekend zijn in de vechtsport, die zullen jou kennen als de trainer van bekende vechters zoals Badr Hari. Gokhan Saki heb je getraind. Je hebt Alistair Overeem een tijd getraind. Nou ja, eigenlijk, wie heeft er niet bij je getraind? Zijn er een hoop. Vandaag ga ik met jou uitgebreid in gesprek over alles. Voordat we dat gaan doen, wil ik eventjes onze sponsoren van Eindbazen bedanken. En dat is totalseat.nl. Een verkopende partij in massagestoelen. Ja, je hebt hem net gemist, Mike. We hadden hier echt een hele dikke massagestoel staan. Als het ware onderhoud voor je lichaam. En ontzettend dankbaar dat deze jongens ons sponsoren. Dus mocht je nu in quarantainetijd zitten en je voelt je een beetje stijf van het lopen naar de koelkast, naar de bank en op en neer, dan kijk even bij totalseat.nl. Bestel daar een stoel en doe ze de groeten van ons. Help je heel erg mee. En gymbox.nl ook. Mooi concept waarbij ze zeecontainers omtoveren tot personal training studio's. Heb jij er wel eens van gehoord dat ze dat hebben gedaan? Vet concept hoor. Gewoon een zeecontainer helemaal mooi maken. Gewichten erin, alles. En die kan je dan gewoon ergens verplaatsen. Gemeente doet het super makkelijk over, want je hebt geen pandvergunning nodig. Ja, op parkeerplaatsen, bij parken, bij... Waar? Maakt niet uit, weet je. Zo'n gemeente die kan gewoon zeggen, ja, is goed, want het is binnen een dag weer te verplaatsen. Dus je hebt geen bouwvergunningen nodig en dat soort dingen. Super slim concept. Dus kijk daarvoor bij gymbox.nl. En dan ben ik toch eigenlijk wel heel erg blij dat die gym van jou, Mike, dat is wel echt een paradijs voor... iedere week als ik er ook kom, dan zijn apparaten weer verschoven. Kan je me dat uitleggen? Je hebt een grote gym. Het staat altijd ramvol met spullen. Klopt. Ja, kijk, wat iedereen altijd zegt. Ja, je moet heel veel ruimte hebben tussen apparaten. Geloof ik er niet in. Ja. Ik heb bijvoorbeeld gekozen voor kleine kleedkamers. Zodat mensen niet te lang in de kleedkamer zitten. Er zijn in de herenkleedkamer ook maar twee douches. En er zit nog een wand tussen. Dus niet wat je vroeger had. Een douche met 8 douchen. Ja. Mensen die elkaar zitten te complimenteren hoe goed ze eruit zien onder de douche. Ja. Vind ik allemaal nergens op slaan. De douche zit ook een tijdslimiet aan. Als je erop drukt, dan krijg je 30 seconden water. Ja. Je hoeft er niet voor te betalen. Ik vind dat je gewoon even moet spoelen, moet wassen. Dat is belangrijk, maar je hoeft niet meer te doen daar. Ja. Je hoeft niet hele gesprekken te voeren. De apparaten staan inderdaad weer dicht op elkaar. Want ik ben eigenlijk net een kind in de snoepzaak. Ik ga naar een beurs toe of ik ga ergens naartoe. Ik zie iets moois. Ik ga naar een andere sportschool. Ik zie een mooi apparaat. Ik denk, oh jee, die moeten we ook hebben. Ja. Maar wacht eens, op een gegeven moment plaatsen. We hebben over de 135 apparaten staan, geloof ik. Ja. En ja, dan moet je ze tegen elkaar zetten. Zodat je nog steeds goed ruimte hebt, dat je elkaar niet stoot. Maar het staat op elkaar. En omdat je niet al... Omdat iedereen... eigenlijk altijd zijn vaste loopje heb, verander ik ze. Of tenminste, ik heb mijn gabbetjean Benjamin, die is er heel fanatiek in. Die heeft weer goede ideeën. En ook als we weer open gaan, mogen. Hopelijk zo snel mogelijk, staat alles weer compleet anders. Ja. Opeens kom je weer andere apparaten tegen, waardoor je je spieren op een andere manier stimuleert en blijft groeien. Ja. En ja, ik vind de sportschool is zoals ik het altijd voor ogen had. Je kan er alles doen. Ja. Als jij kettlebells wil trainen, zijn de kettlebells tot 50 kilo. Ja. Ja, wie traint ermee? En je zal het niet weten als je ze niet hebt. Ik heb elastieken, noem het maar op. Ballen, slamballen tot 20 kilo. Ja. Gooi er maar. Bedenk het maar, ik heb het. En ik heb alles van Life Fitness en Hemmestrengt. Met 1 of 2 panatta apparaten ertussen, omdat die niet gemaakt worden door Hemmestrengt. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En ik heb een paar apparaten van Rook. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja, ja, het is echt een... voor de mensen die het niet weten, het zit in Amsterdam-Noord. Ozaan. Ja, is dat niet, mag ik dat niet Amsterdam-Noord noemen? Ja, mag je Amsterdam-Noord. Voor mij Ozaan, wel. Weet je, we zijn ook nog steeds Maxim Amsterdam. Ja. Maar na de brand in 2009... was ik aan het zoeken
En wij zaten altijd aan de noordkant in het NDSM-terrein. Dat is helemaal, eigenlijk helemaal achter in Noord. En aan de ene kant, er was niet zo heel veel te vinden. Of er moest heel veel verbouwd worden. En aan de andere kant, we konden iets vinden, maar het was aan de andere kant van de ringweg, zeg maar. En dan heet het Ozaan. Ja. En natuurlijk, de Ozaaners, ja, die willen geen Amsterdammers genoemd worden. Ja, 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 ja. En zo gaat het een beetje. Alleen, kijk, uiteindelijk zijn hun blij met mij. Of met ons, als sportschool. En wij zijn hartstikke blij met hun. Want we hebben een prachtige sportschool neer kunnen zetten. Ja. En zonder betaald parkeren. Ja. En, we zitten aan de snelweg. Dus qua locatie zit het perfect. Ja, ja. Wat je net al zei, want je hebt een sportschool gehad. Die is toen die is gewoon letterlijk een vlam opgegaan. Ja. 2009 alweer. Dat is echt wel bijna 11 jaar geleden dan. Klopt. Bizar. Want wat is een beetje jouw pad geweest in het hele vechtsportverhaal? Want je hebt ook nog je eigen kroeg gehad. Nee. En, toch? Of heb je gewerkt in een kroeg? Gewerkt. Ja, dat was het dan. Ja. Ik heb tot mijn 20ste ben ik naar school geweest. Want toen kwam ik van school af en toen konden we... En toen zeg maar met mijn diploma, mijn MDS had ik. En dan kan je zeg maar bij de HEMA afdelingsmanager worden. Oké. Okay. En dat deed iedereen deed dat dan. En dan verdiende je 1200 gulden toen de tijd. En ik ging bij een gokhal werken. Want ik verdiende daar de eerste 2 maanden 1800 en daarna 2200. Dus daar koos ik voor. En ik wou gewoon altijd sporten. En in een gokhal heb je wisselende diensten. Dus je hebt heel veel vrij. Wat deed je daar dan bij die gokhal? In het begin was ik, moest ik in de rondte lopen. Kasten bijvullen. Jongere gasten eruit sturen. Drankjes in de rondte brengen. Oh ja. En na een half jaar was ik assistent bedrijfsleider daar. Of ik ben eerst cashier geweest, kassier heet dat. En daarna ben ik assistent bedrijfsleider geworden. En dat deed ik ook nog een beetje kassier als er iemand niet kwam opdagen. Mm-hmm. En daarna was ik bedrijfsleider op het Rembrandtplein. En toen was ik op vrijdag en zaterdag, ja. Dan gingen we natuurlijk altijd even naar de café Nest, die heette dat toen. Of naar andere cafés. Café Uniek. Monico, noem het maar op. Café Centrum. En toen dacht ik, nee, wacht even. Ja, iedere keer zit ik hier dan. Het kost een hoop geld. Maar als ik nou eens die glas op ga halen. En dan ben ik klaar. Het gaat zo meteen pas beginnen later. Dan heb ik wat geld in mijn zak. Dat kost die avond me niks. Dus zo ben ik in de horeca beland. En dan moet ik ook nog zeggen, toen ik 16 was, was een gabber van mij, Bobby van der Kamp. Die werd gevraagd of hij bij Monique, hoe heet het ook alweer, man? Mr. Kokos wou werken. En die vroeg mij, wil je me helpen? Nou, toen hebben we dat een keer gedaan, een paar keer. En daarna konden ze het zonder ons. Nou goed. En dan vonden we het toch altijd wel hartstikke leuk, vond ik het. En op een gegeven moment was ik gestopt bij de spielotheek. Zie ik ook al. En ging ik bij de Nestie werken. Daar heb ik heel even gewerkt. En toen kon er één een contract krijgen. En toen was die andere jongen het geworden. En toen heb ik gesolliciteerd bij Café Coffee Shop De Highlander. Dat was van Tom en Hansie. En Hansie, die was heel meedenkend. En ook zijn gabber, Leo. Die kwam altijd daar. En hun moedigde me aan met de sportschool. Wat doe je dan? Ja, altijd interesse. En toen trainde ik natuurlijk alleen nog met Juri. Ja. En dan hadden we bijvoorbeeld, gingen we kaarten. En dan zeiden ze bijvoorbeeld, nou ja, als ik deze verlies, dan krijg jij een paar handschoenen. En dan kon ik een paar handschoenen kon ik dan aan Juri geven. Ja. En Juri gaf me naar zijn handschoenen. Want ja, Juri's handen moesten heel blijven. Ja. Hij moet die wedstrijden doen. En wij hadden niet zoveel geld om nieuwe handschoenen te kopen. Maar wel altijd de drang van, helaas, die handschoenen gaan sluiten. Dus we hebben nieuwe handschoenen nodig. Ja. Of we hebben nieuwe schijnbeschermers nodig. Nou ja, hun waren de eerste die mij stimuleerden. En gewoon, oh nou ja, komt wel goed. En regelen we wel. Handschoenen. Oh, een trainingspak nodig. Oh, een trainingspakje halen voor je. Mm-hmm. Nou, in de ruil daarvoor organiseerde ik voor die café-coffeeshop heel veel dingen.
Ik organiseerde tropische avonden, dartavonden, schaakavonden, gewoon kaarten, feestjes, noem het maar op allemaal. En natuurlijk, de kroon was altijd mijn jaarlijkse voetbaltoernooi. Heb ik 20 jaar gedaan met in de hoogtijdagen 24 teams, 1000 mensen langs de lijn. Ja, lachen. En gewoon, ja, maar gewoon een origineel horecatoernooi. Ja. En ook jullie hebben er ook nog een keer mee gedaan. Ja, Remco bedoel. Ah, je bedoelt met sportschotten, ja. Ja. Ja, ik ben er zelf niet bij geweest, maar ik weet wel dat jongens erin geweest. Ja, het was gewoon een dag gezelligheid en een beetje sporten. Ja. En de eerste regel was, als je te goed was als team, dan werd je gedisqualificeerd. Je mocht wel goed zijn, natuurlijk, ja. Weet je. Ik bedoel, als Johan Cruijff bij jou aan het café komt of op de sportschool, mag je meedoen. Ja. Maar niet met heel Ajax 1 of zo. Dus ja, die teams werden allemaal gedisqualificeerd. Ja. Het was gewoon vrienden onder elkaar, gezellig. Om 2 uur vielen de eerste mensen af. Begon de eerste zanger te zingen. Ja. Er was een barbecue langs het veld. Nou, er kwam opeens de trommelband kwam aan. Die kwam even langs het veld. Die schaduwde, die kon je niet meer horen. Maar dat was gewoon eventjes gekkigheid. Gewoon leuk. Dat organiseerde ik. En daardoor was het ook altijd heel druk, vooral op vrijdag en zaterdag. En dan deed ik mijn best, hè. Dan ging ik cd'tjes kopen. Dan had ik zo'n big shopper, 2 van die vol met cd'tjes, met Nederlandstalige muziek. En dan had ik aan de ene kant de wat oudere mensen, de oudere jongeren, waar ik nou zelf ook onder val. En op die andere kant hadden we de jongere mensen. En die jongere mensen mochten natuurlijk die kant op naar de wc. En die kant op, daar waren de dingen zoals Playfit. En de tarten en een pooltafel. En aan de andere kant stonden die ouderen gewoon lekker rustig. Niet door elkaar gemengd. Gewoon lekker de Nederlandstalige liedjes mee te zingen en te doen. Microfoon in de ronde. Nou, en als het je niet bevalt, nou, dan ging je toch weg. Ja, dus mooi. Dat hebben we gedaan. Even later, toen kreeg je een aanbieding van Wessel. Wessel die kwam altijd op onze toernooi. Dat is ook een heel grote vechtsportfan. Hij heeft nou een sigarenwinkel in Diemen. Hij heeft die nu. Maar die had toen vroeger een coffeeshop Best Friends. Mm-hmm. En dat was een hele drukke coffeeshop. En hij zei, ik ga een café beginnen. Hoe doe jij het met die vergunningen? Vergunningen? Doe ik niet aan, man. Hij zei, ja, maar je moet toch vergunningen hebben? Ik zei, ja, man, dat regelt Joyce. En Joyce was toen de vrouw van Hans. Ik zei, dat weet ik niet. Ik zeg gewoon, hey, ik ga dat toernooi doen. Wat vind je ervan? En Hans, die haalt altijd zijn schouders op. Maar, is het gezellig? Ja, is hartstikke gezellig. Maar doe maar. Snap je? Dan gingen we natuurlijk eerst eventjes allemaal met z'n allen naar de dartzaak. Allemaal nieuwe dartpijltjes halen. En dan moesten we even oefenen. En dan hadden we... Ja, dus zo ging het gewoon. En dus zei hij, dus het is toch jouw café, dan moet je het toch weten. Ik zeg, maar ik werk er alleen maar, man. En toen zei hij tegen mij van... ja, dan wil ik dat je bij mij komt werken. Ik zei, oké. Nou, ik krijg een paar meien meer per week. En een dag minder werken per week. Of 1,5, 2 dagen zelfs. Maar oké. Okay. Maar ja, Wessel had ook die coffeeshop. En dat is een beetje een andere... hoe zeg je dat nou? Een beetje een andere omgang dan dat ik gewend was. Dus ja, na een half jaar kwam... Café Sean van Café Het Lommetje, die kwam, die zegt, nou Mike, wil het bij mij niet proberen? Want mijn gabber, die is helaas overleden, Rick, en die werkte daar. En het was nou een half jaar en ze konden geen gepast iemand vinden. En ze denken, nou als jij hier bent is het goed. Maar je moet zo zien, Het Lommetje is zeg maar 700 meter... van de Highlander verdwijnen, afstand. Mm. Dus daar was ik, die hele tent vol. Het Lommetje was ook altijd nog vol. Dus toen ging ik eerst op een zondag werken, op de drukste zondag die ze hadden. Want daar hadden ze enclavejassen en ze hadden een speurtocht. En er was voetbal. En dus ja, daar stroomde de cafés vol. Ja, ik stond daar alsof ik natuurlijk nog nooit iets anders gedaan had. En toen zei ze, nou, ik wil dat je hier komt werken. Dus toen kreeg ik hetzelfde salaris en geen verantwoording meer. Want bij Wessel was ik een soort chef. Dus dan moest ik alles regelen. En dat hoefde niet meer. En klaar. Ja. Nou ja,
Dus ik denk, nou ja, ik ga even kijken. Dit was weer in de buurt, anders moest ik steeds rijden. En je weet natuurlijk wel, soms moest je ook dit hele stuk weer terug. En als het dan gezellig is, dan moet je weer een taxi nemen. Ja. Want Mike houdt wel van een biertje. Ja, nou ja, dat hoort bij de gezelligheid toch. Weet je, je hebt over die barkeepers die een beetje, als iemand je wat te drinken aanbiedt. Zo zie ik het. En dat kost €2,75. En als je dan werkt voor een tientje, dat betekent dat je meer dan een kwartier gaat werken. Om te zeggen, alsjeblieft, wil jij van mij wat te drinken? En dan zeg je, nou, doe mij maar een spaatje blauw. Wat je ook uit de kraan kan pakken, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat is weinig. Of ze, ik hou hem even te goed. En wel schraven natuurlijk. Zo werkt het niet. Ja. Snap je? Als iemand je wat, dan moet je wat pakken en dan moet je proosten. Dus ik was of cola light of bier, een van de twee. Ja. Er was niets anders in mijn ogen, weet je. En dan kun je gewoon duidelijk zien, als je kolen hebt, heb je kolen. Dan heb je niet, dat vond ik altijd nergens op slaan als mensen de dag op de bar. Maar oké, het is wat hun doen. En dus toen ging ik in West werken bij Café Het Lommetje. Heb ik daar ook 5 jaar gewerkt met heel veel plezier. En toen ook doorgegaan en volgehouden. En dat ik zei, gewoon netjes afscheid genomen van Wessel. Hetzelfde wat ik met Hansie gedaan heb. Mm. En je kon het ook zien natuurlijk op mijn boekuitreiking. Dat was mooi. Er waren mensen die zaten bij mij in de klas toen ik 5 was. Dus op de lagere school zaten mensen van de MAVO. Mensen van de MDS heb ik gezien. Ik heb mensen gezien van de Highlander. Ik heb mensen gezien van voetballen. Ik heb mensen gezien van Café Wessel. Ik heb mensen gezien van Het Lommetje. Ik heb mensen gezien uit Lonsmeer. Weet je, dus ja, dat deed me gewoon heel veel, weet je. Dus ja, maar dat, ik zei ook later tegen mevrouw Sylvia van, ja, weet je, ja, dat kan natuurlijk niet als je overal maar een beetje een zootje van maakt, dat je een grote hond bent, weet je. Dus je moet dingen netjes afsluiten en dan kan je verder. Dus ja. Ik ben bij Het Lommetje, ook Wessel, als we een wedstrijd hadden met Juri bij Wessel, die bestelde gewoon een bus. En er gingen allemaal mensen en stap er maar in, jongens, en we rijden naartoe. Ja. Allemaal een kaartje en terug. En bij Het Lommetje, die bestelde ook gewoon een bus. En die deed er nog een heel stapel drank in met bier en cola en blikjes Bacardi cola en blikjes 7-Up. Echt sportmannen. En broodjes en dan gingen die mensen er naartoe. Maar ja. dat was wel hartstikke leuk. Kijk, we hadden jongens aan de bar en een kaartje kostte 100 gulden. Ja. En in het begin, en dan konden die mensen niet betalen. En naar de hand €100. En dan, maar in het begin was het nog steeds in de extra hal van Simon Ruts. En dan moest Juri vechten natuurlijk, onze Juri moest vechten. Ja. En dat ik natuurlijk dat Joker Stijl moest ook vechten en Melvin later. En dan kochten ze allemaal een kaartje. En waren sommigen die kochten hem op afbetaling. En die kochten gewoon, iedere keer kwamen ze een tientje brengen. Tot ze geld voor een kaartje en dan moesten ze een tientje voor de bus betalen. Ja. Maar dat is natuurlijk belachelijk goedkoop, want je wordt opgehaald met een bus. Je krijgt broodjes in de bus heen. Je krijgt wat te drinken. En op de terugweg, dan kun je de rest op eten. Je kan de rest op drinken. Dus ja, dat. Maar ja, we hadden een truc op de zaak. Die gast zei, jongens, laatste. De bus gaat om 2 uur weg. En dus zorg dat je op tijd was. Ja. Dus die gasten waren er allemaal om 12 uur. En iedere keer weer. En om 12 uur, nou ja, dan zit je met een bakje koffie, nog een bakje koffie. En dan moet ik even een biertje nemen vast, toch? Ja. En dat dus, maar die bus kwam pas om 1:05. Dus die waren helemaal lam. Stapte die bus in en die kwamen eraan. Nou, ze hadden er allemaal versuft in die dingen. En toen moest Juri vechten. En dan waren ze weer een beetje opgedroogd. Allemaal schreeuwen. En dan stapten we in die bus weer terug met z'n allen. Nou, dan hadden we de hele avond weer feest. Ja, mooi. Dus ja, dat was heel goed. En dat, ja, dus daar moet ik ook eigenlijk dankbaar voor zijn. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Voor iemand als Hans, die begon met die bus. Ja.
En die namen de groep Uprising mee. Die deden ook bij Ice trommelen met z'n allen. Dat was toen niet. En dan kwam Jury kwam op met de trommelband. Ja. Nou, en die band, die hebben we al, overal waar. Die hebben we bij Café Wessel gehad. Die hebben we bij het Lommetje gehad. Dat was gewoon tof. Ja, tof. Weet je, ja, dat moest toch ook allemaal ergens vandaan komen. Nou. Dus. Je hebt het hele tijd over Jury. Voor de mensen die het niet kennen, je hebt het over Jury Mest. Dat is een van jouw eerste kickboxleerlingen die het echt ontzettend goed deed. Jury's logo, hè? Is de tweede vecht die voor mij ooit de ring in gegaan is. De eerste was Hassan Hatzim. Okay. De tweede was Jury Mes. Ja. En ja. En Jury was eigenlijk natuurlijk een jongetje. Die was 15. Toen, wat mij bij is gebleven ooit uit een interview is dat jij ooit eens beschreef. Want jij bent een van de trainers geweest. Je hebt zelf niet heel veel in de ring gestaan. Maar je hebt wel heel veel kampioenen gecreëerd. Ja. En wat me bij is gebleven uit dat interview is dat jij die ring een verschrikkelijke plek vond. Ja, dat is vreselijk, man. Waar ze kon hard uit de voeten, zeg maar. En opeens dan was er een wedstrijd en de wedstrijd is afgekeurd. En weet je, dan werd afgelast en dan kwam je er weer en ging je niet door. En opeens had ik ook al een maand niet getraind. Toen zei de trainer, Kenneth, als je wil, over 3 dagen kun je vechten. Nou, dat doe ik. Ja. En toen was die hele dag was al heel anders. En ik was best wel wat druk gewend natuurlijk. Want ik kon aardig voetballen vanaf 9 jaar... Hoef ik al niet meer kiksies te kopen en niet meer mijn tenue mee te nemen. Dat soort dingen allemaal. Dus ja, dan ben je wel wat druk gewend. Penalties nemen op beslissende momenten. Maar, ja. Maar dat was al van tevoren. En het was ook zo ongeregeld. Dus daarom ben ik ook altijd zo verzorgelijk, zeg maar. Ja. Met de vechters, weet je. Ik heb altijd alles bij me. Ja. Je hoort nooit iets verder te zeggen. Oh, we zijn een rolletje tape vergeten. Weet je? Dat is een ding of, oh, vaseline vergeten. Ja. Weet je? Ja, ja, dat gebeurt niet. Ja. Dat is... Maar weet je nog wat er door jou heen ging toen je de eerste keer in de ring stond? Ja, de eerste en enige keer. Ik zei er van de voortuig, Kenneth. Ik zei, Kenneth, het laatste wat er gebeurt. Want dat was ook weer zo, weet je? Ik had een hele mooie broek gekocht. Ja, je mag die broek niet aan, je moet een lange broek aan. Oké, is goed. Nou, een lange broek aan van iemand die net gevochten heeft. Ik weet niet of je weet hoe die gasten zweten, maar het is echt gewoon super goor. Dus ja. Die broek aan, oké, moet je eigen beetje inswachtelen, eigen beetje insmeren. En dan die handschoenen aan en dan moet je opwarmen. Maar de trainer is 2 wedstrijden na, dus je staat ze eigenlijk ook op te warmen. Ja, laat maar even. Nou, ja, jij moet op. Dan sta je, nee, je moet toch niet op. Hij moet op. Nee, sorry, er is nu even 10 minuten pauze. Klinkt als een Nederlands gala. 10 minuten pauze, oké. Okay. Ja, je moet nu op. Ja, nou wou ik nog eventjes ome Jan bedanken, want die... jongen, ik sta met de spanning. Ik baat bijna die handschoenen, die zit ik bijna op de vrede van de spanning. Ik wil vechten. Nou, en dan mag je vechten. En de eerste ronde ging wel vrij goed. En de tweede ronde ook wel. En uiteindelijk werd ik gewoon moe. En ik was een beetje taart aan het rekken. En die trainer gooit de handdoek. Ja, verloren. Toen zei ik al, dit doe ik nooit meer. Ja. Dit doe ik gewoon nooit meer. En toen, naar de hand ging ik wel trainen. En, nou, niks aan de hand toch. Het rare ervan, dat was op een gegeven moment natuurlijk dat we... naar wedstrijden gingen. Dan was ik zo bang dat ik iets vergat. En gewoon, ik had een tas hier. En ik had die. Ik had een tas op mijn schouder. Ik had een tas in mijn hand. Ik had onder mijn arm nog een trapkussen. Ik had van alles bij me. En ook alles dubbel. Om maar niet tekort te doen. Ja. Het is nou wel iets anders geworden, maar... Ja. Ja, ik vond het gewoon vreselijk, vreselijk, weet je niet. En de regels waren niet duidelijk, want ik deed dat het PKA. En dat betekent dat je moet 8 hoge trappen ronden maken. Maar mijn bordje staat aan zijn kant en zijn bordje staat aan mijn kant. Maar dat wist ik dus na de wedstrijd pas. Ja. Dus ik zat op 8 uiteindelijk, maar ik dacht dat ik 2 achter stond. Ja. Dus ik begon te trappen als een imbecil en dit en dat. En, ja. Nou, dat sloeg nergens op. Ja. Het stond nergens op, weet je niet. En het is dat, wat dat betreft, het is nu veel beter. En, En toen ben je dan eigenlijk de verzorgende kant op gegaan. En wat je net zegt, Jury is het logo van Mike Jim. Ja. En Jury is dan de tweede jongen die voor jou de ring in ging. Ja, de eerste was Hassan Hatzim. Jury zou ook gaan, maar die had toen geloof ik een weekendje. Met zijn ouders moest hij weg. Ik weet niet wat het toen was. En...
Toen Jury 15 was, Jury is nu gewoon in de... Jury 16. Hij was net 16, toen vocht hij voor het eerst. En hoe oud is Jury nu? Ook wel in de 40? Jury is 41. 41, ja. Ja. Waarom, man? Dat is gewoon 25 jaar geleden. Ja. Ja. Maar ja, ik ken jou ook al bijna 20 jaar. Klopt. Vanaf mijn 16e. Ja. Klopt. Ja. Hey, en Maar daar ben ik ook trots op, hè? Ik heb heel veel mensen ook bij ons in de sportschool zitten die wel gewoon al jaren kan. Ja. En die gewoon, je hoeft niet iedere week bij elkaar op de koffie te gaan of zo. Maar gewoon het feit dat je elkaar tegenkomt en dat je voelt je oké bij elkaar. Ja. Snap je? In plaats van al dat gespannen gedoe en moeilijke gedoe en noem het maar op. Is dat niet een beetje vechtsport eigen? Dat je in de ring met elkaar aan het knokken bent of op de training met elkaar aan het knokken bent. Dat er dan toch een andere vibe hangt als in een... Ik noem het dat maar zo, als in een voetbalteam. Waar een soort van... waar een andere hiërarchie is. Meer haantjesgedrag. Nou ja, kijk, bij... het verschil tussen een voetbalteam is natuurlijk... iedereen is van elkaar afhankelijk. Het vechten niet. Als je een vechtsportteam hebt, daar heb je degelijk een hiërarchie in. Heel zwaar. Kom een keer op woensdagavond kijken bij Mike Jim en je weet waar we het over hebben. Maar zo is het. En maar... toch ook weer een homogene saamhorigheid, weet je. Ze gaan wel voor elkaar. Alleen, het zijn allemaal eenmanszaakjes... die samen moeten werken om beter te worden. Ja. En als je niet voor een ander wil werken, zal je zelf ook niet beter worden. En dat is eigenlijk een beetje... Kijk, je kan bijvoorbeeld voetballen. Dus kun je bijvoorbeeld op het als rechtsback staan of als voorstopper. En als je team zo goed is dat je alleen maar aan de andere kant speelt... dan word jij niet daarop afgerekend. Je wordt op die ene keer afgerekend dat je die bal toevallig wel wegschiet. Nou ja, krijg je een keer een doelpunt tegen zich. Ja, ja, kan gebeuren. Ja. Alleen ja, met kickbox, als je verlies je. Ja. Dan haalt het op. Maar je moet dus toch met elkaar... werken. Je kan niet anoniem zijn. Ja. Ja. Maar goed, je bent nu uitgegroeid. Want ja, je hebt best wel wat gesproken over de vroegere tijd. En je hebt nu als je kijkt naar de grote gala's. K1, Glory nu. Eigenlijk staat Glory gewoon gevuld met jouw sportschool. Zo'n beetje. Daar hadden nog meer bij gekund, maar dan blijft er niks meer over, volgens mij. Letterlijk, ook die van de tegenstanders. Ja. Hoe is dat voor jou? Dat je zo'n, vind je dat zelf ook, dat je een soort van bepalende positie hebt met je sportschool in de sport? Nee, ja, dat zie je zelf niet zo. Ja. Ik zie niet dat ik een bepalende positie heb. Ik bedoel, je kan wel zeggen, ik heb hard veel vechters in Glory. Zijn een paar weggegaan. Ja. Ja, hoe kan dat? Ten eerste lever ik altijd kwaliteit. Dus kom maar, jongens, kom altijd om te vechten. Daar wil je gewoon een kaartje voor betalen. Ja. Win of niet. Dus daar gaat het om. Tweede, ik heb altijd mensen klaarstaan. Dat vergeet ook een hoop mensen. Die zeggen, ja, weer een vechter van Mike. Maar als ze eerst een heel rondje door Nederland zijn gegaan... bij ze shoppen of er iemand ergens in Frankrijk... over 2 dagen 70 kilo wil wegen. En dan hoor je altijd, ja, dan tegen wie en waar en dit en dat. En waarin ik altijd zeg, nou ja, ik heb toevallig een jongen in de rond te lopen. En ik wil, het enige wat ik wil, is dat als hij goed vecht... niet eens als hij wint, als hij gewoon goed vecht... dat hij gewoon nog een kans krijgt. En meestal pakken die jongens die eerste kans wel. Ja. En daar waar anderen altijd zitten, ja, maar ja, mijn vechter weegt nu 78 kilo. Kunnen we ook op 74 vechten? Ja, maar het gewicht is 70 kilo. Snap je, dat soort dingen allemaal. Ja. Ja, ik wil wel, maar niet deze keer, dan wil ik volgende keer. Dat soort, weet je, bij ons gewoon, oké, is goed. Weet je, als je geroepen wordt, moet je het gewoon doen. Ja. En als je het niet doet, dan meestal is er dan ook eigenlijk geen weg voor de samenwerking tussen mij en die vechter meer dan. Ja. Ja, hoeveel vechters heb je nu actief rondlopen? Ja, ik denk zo'n 25. 25, ja. En jij organiseerde zelf ook wel veel gala's. Gewoon, nu doe je dat in de sportschool. Ja. En Noord gestoord was jullie gala. ik moet wel zeggen, Mike, de originaliteit in jullie branding, die is goed. Want je hebt natuurlijk ook de bekende t-shirts. Vaak schreeuwerige logo's, knalgeel, knaloranje. Wat is daar het idee achter? Ook de sportschool, die is helemaal in stijl van het geel en het zwart. Zwart-geel natuurlijk. Luister, het is heel simpel.
Kijk, op een gegeven moment, je hebt de sportschool, je moet gaan kiezen. Nou, dan laat ik eerst eventjes het logo uitleggen. Het logo is al simpel. Ik wou een logo hebben, wou ik eigenlijk een oude Thaise vechter hebben die 300 partijen hebt met allemaal scheuren en sneeën en littekens in zijn gezicht. Maar dat kon je toen nog niet zo goed drukken. Ja. En dus toen nam ik eigenlijk de zijkant, de vechter en dan de Mongool. Die Thaise vechters op hun hoofd hebben. En dan eigenlijk met de ondergaande zon. Die is altijd een beetje ovaal. Ja. Nou, dus dat. Ovaal, zon is geel, simpel. Ah. Dingen eruit halen. Mooi. De jury genomen, want als je mij had genomen met die 300 kinderen, dan had je een skippiebal gehad. Wat is dit nou weer? Dus dat hebben toen Danny en René hebben dat toen gemaakt voor mij. Daar ben ik heel blij mee. Dat heb ik ook gewoon zo gehouden. En toen dachten ze, toen opeens moet je een sportschool gaan inkleuren. Ja. En toen dacht ik, van nou, normaal gesproken, dat is net wat je zegt, als je naar een sportschool binnenkomt, dan heerst er een andere sfeer. Nou, oké. Okay. Dat wil je weghalen. Je wil niet dat stoere. Je wil sporters wil je hebben, atleten. Dat wil je hebben. Ja. En dat ze toevallig kunnen knokken, dat is mooi meegenomen. Ja. Maar als je niet kan knokken, moet je gewoon je eigen op je gemak voelen. En net wat ik al zei over mijn sportschool, moet je gewoon je ding kunnen doen. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het plafond geel geschilderd en al de muren geel geschilderd. Want geel is de kleur van de zon. En als de zon schijnt, is iedereen blij en happy, toch? Dus op het moment als mensen de sportschool binnenkomen, ja, dan komen ze al een beetje van, ach, dan moeten we daarheen. En dan komen ze opeens binnen en dan ontspannen ze. En dan, want de sportschool is geel. Er zit een zwart randje om, want je moet de tegenkleur hebben. Maar de zwart is natuurlijk weer van het vechten. Dat staat vroeger voor dood en verderf. En weet je, als je die zwarte vlag ziet, dan denk je, oké, okay, ja. Nou komen de pas serieuze man aan. Ja. Ja, toch? Ja, ja. Het verblijft dat die zon schijnt. Dat hoort erbij, man. Maar dat is de andere kant van, de sportschool. En dan heb ik natuurlijk de barren die is in de mahoniehout. En de tafel is mahoniehout. En de zijkant is mahonie. En ik heb nou toevallig nieuwe banken gekocht. En houten tafels die we allemaal in mahonie zijn. En mahonie is eigenlijk een kleur die hoor je gewoon in een bar te hebben. Mm-hmm. Dus je komt binnen, de gezelligheid en de vrolijkheid komt op je af. Dat we er ook nog even bij sport op hoog niveau. Dat is mooi meegenomen. Ja. Dus want dan loop je dan ook bijvoorbeeld de sportschool nu naar boven. En dan zie je dan ook wel een zaaltje. En er staat wel wat gewichten. En dan denk je, nou zo, nou ja, hier kan ik lekker sporten. En dan loop je nog een klein trappetje naar boven. En dan heb je gewoon een schaal van 560 vierkante meter. Vol met apparatuur staan. Ja. En dan loop je iets verder. Zie je een klein gaatje in de muur. En dan loop je daar doorheen. En dan zie je een hele zaal van 450 vierkante meter. Waar ik af en toe weer een galaatje geef. Maar ja, die galaatjes, ik geef ze met een hele andere intentie. Ik heb heel andere gedachten erover. Ik wil gewoon mensen ontwikkelen. Die galas zijn er bijvoorbeeld voor om content te maken. Om iemand die filmt het, Dennis van Vechtersbazen toevallig, die filmt dat meestal. En als iemand bijvoorbeeld, ik heb Jordan Piqueur, die wel doorbreken, niet doorbreken. Het ging allemaal een beetje lastig met hem. Hè? Nou, won wel, maar ja, het zei niemand eigenlijk wat. Toen vocht hij tegen een Belgische jongen en die trapte die knock-out op mij gehalen. Die beelden zijn naar Japan gegaan. Hij is uitgenodigd om mee te doen aan de K in Japan, min 70 kilo. Daarvanuit kreeg hij een contract naar Crush. En nou is hij al de langst regerende kampioen in Japan ooit. Wauw. Nou, dus dat komt allemaal van een kleine galatje af. Dus dat is niet zo. En dan zeg ik ook tegen die jongens, wie op mijn galen altijd vocht, mag nou niet meer. Myrtle vocht altijd op mijn galas. Maar als Myrtle 2 wedstrijden verloren had, dan was dit een galen om hem te pushen. Ja. En iedereen ging achter hem staan. En dat vonden ze geweldig. En zelfs voor 1,5 jaar geleden, denk ik 2 jaar geleden, vocht hij nog tegen Jamie de Vries, een oude jongen van mij. Omdat we hadden geen hoofdpartij en James, nou, dat doe ik het toch wel. Murray kleed je om en dan kleed je zich om en ze gingen tegen elkaar. Gewoon om de mensen te vermaken. Ja.
Ja, dan heb je ook op hetzelfde gala komt Massaro vandaan. Hetzelfde ding. Die ging naar Kain. Van Kain een tijdje ging hij naar China vechten. China wel niet terug naar Japan. Kain. Maar het komt allemaal van die footage van dat gala. Ja. En nu heet het dan One More. Niet meer noodgestoord. Maar ja, dat komt daar vanaf. Of Anissa Hadawi. Ja, zij vecht. En ja, ik call een meisje uit Duitsland voor haar. En dan zeg ik ook tegen haar, ja, sorry. Kan je een beetje geld geven? Het zijn aanvechters. Kan je een beetje geld geven? Maar dat is niet de insteek van dit gala. Snap je? En ik ben er ook niet. Ik doe die dingen ook niet om rijk te worden. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, meestal verlies ik er ook niet aan. Nee. Maar we komen een beetje rond Kiet. We houden 1000 euro over, 500 euro over. Met het gaan we s'avonds naar het café, toen ben ik het ook weer kwijt. Ja. Weet je, aan die mensen allemaal wat te eten, allemaal wat te drinken. Want ik laat ook bijvoorbeeld ons gala. Zijn 25 partijen. Is van 1 uur 's middags tot 5, 6 uur 's middags. Niet meer. Vroeger had ik hele lange galas. Ja. Dat heb ik niet meer. Daarbij heb ik denk ik iets van 18 tot 20 buitenlandse vechters. Dus die nooit een kaartje verkopen. En die zit ik tegen onze jongens. Of tegen jongens van Ses Gym. Of van Manhoef Gym. Of van Bari Gym. Vechten dan tegen Duitse vechters. En dan die Duitsers die komen een dag van tevoren. Die zit ik in een hotel netjes. Ja. Die komen wegen. Die reizen s'avonds voor ze terug gaan. Gaan ze mee naar Café de Driesprong. Krijgen ze wat te eten, wat te drinken. En dan reizen ze rustig terug. Sommigen zeggen, Mike, ik moet wat eerder rijden. Dan ga je eerder. Ook goed. Maar het is... Daar is het gala voor. Maar Anissa had ik dat meisje uit Duitsland gehad. Daar won ze van. Nou ja, dat meisje, dat was Daria Albers. Dat is... In mijn ogen niet de allerbeste vechter in de wereld. Maar ze heeft wel overal en tegen iedereen gevochten. Mm-hmm. Maar toen opeens was er een gaatje over bij WFL. Ik zei, ik heb er eentje voor je. Ja, dat ken je dan. Ik zei, ja, je hebt die Daria Albers, zij hebt ervan gewonnen. Nou, en zij loopt daar ook die eerste keer nog met de benen bond en blauw getrapt van de wedstrijd en noem maar op allemaal. En wint het toernooi bij WFL. Mm-hmm. Wordt nog een keer kampioen bij WFL. We gaan ermee met die beelden. Had ik ondertussen wat ze van Daria Albers geworden had. Naar Sasan gestuurd in China. En zij is uiteindelijk Mulan kampioen geworden. Mm-hmm. Op die beelden. Dus dan heb ze gewoon geïnvesteerd. En daarna krijgt ze... Dat is 100 euro of zo. Ja, hiero, sorry. En Jordan Piqueur krijgt 300 euro. En Massaro niks. Ja. En Myrtle vraagt nooit geld. Ja. Snap je? En dan zei gewoon van, ja, luister, ik krijg gewoon eventjes... Ik heb 1000 euro, hier heb jij de 3. Ja. Is het goed? En dan kunnen ze nee zeggen. En je mag ook zeggen, ja, normaal krijg ik 1500. Ja, oké, is goed, maar dan vecht je niet op mij gehalen. Ja. Ja. Maar het is ook leuk... Bijvoorbeeld meisjes, jochies van 10, 15, noem het maar op. Of je bent net, eigenlijk ben je nog C-klasse, beginnend B. Je vecht tegen een A-klasse uit Engeland. Maar ik laat die mensen wel komen. Ja. Die moeten ook betaald worden en de hotels moeten ook betaald worden. Ja. En als ze komen dan, en ze hebben gewogen, dan moeten ze ook wat eten. Dan ga je niet zeggen, nou ja, jongens, zoek het maar uit. Ja. Want je weet zelf, die jongens die komen ook wel eens vaak voor het eerst in het buitenland. Ja. En toen wij voor het eerst in het buitenland wisten we ook niet hoe het werkte daar. Nee. En dan ga je ook niet zeggen, nou, oké, we pakken wel even een Uber of we nemen even een taxi. Dat doe je niet, want je hebt zelf geen geld in je zak. Ja. Dus dan moet je het goed verzorgen. Dan laat ik de plaatselijke Chinees bellen op. En die heeft dan een maatje in nasi en die heeft een gewone nasi. En dan kunnen ze kiezen, dan kunnen ze eten. En dan zeg ik, nou ja, we doen met één bak, dat doe je meestal met z'n tweeën of met z'n drieën. Dus ik denk, nou oké, 15 man, doe mij 7 of 8 van die bakken. En dan een paar satijtjes erbij. Mooi, hè? Ja, ik vind het heel grappig hoe je hier nu over praat. Want ik hoor de Amsterdamse goedheid en gezelligheid, hoor ik er dus tussendoor.
En dan heb je het over een klein gala in Amsterdam. Terwijl de andere zijde is dat jij met wereldtoppers als een Badr Hari en een Gokhan Saki. Die jongens sta jij in de ring in Japan. Of Japan is nu de laatste jaren wat minder dan omdat K1 weg is gevallen. Maar wel echt de crème de la crème. En die bedragen die je nu noemt van een paar honderd euro. Ik denk dat een hoop mensen dat niet inzien. Dat die weg van het kickboksen, die is zo ontzettend lang en... vind ik om prof te worden moeizaam. Want je laat gewoon soms. Ik heb inschrijfgeld moeten betalen om te kunnen knokken op een, op een amateur MMA aanhalen. Laat je neus de andere kant op staan, dan moet je er nog voor betalen ook. Ja, weet je? Nee, klopt. En voordat je uiteindelijk aan die top komt waar je überhaupt dat geld kan verdienen. Ja. Kan je mensen daar eens een beetje meenemen hoe dat die weg er normaliter uitziet? Ja, nou ja, het is heel simpel eigenlijk. Je denkt opeens, zit je op de bank of eentje zegt, weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon kickboksen, maar jij bent er echt voor gemaakt. En dan ga je aanmelden bij zo'n sportschool, dan moet je inschrijfgeld betalen. En je moet contributie betalen. En zweet en doen. En het is heel simpel. Je komt met een paar handschoenen, die heb je van Omi Jan gehad. Die had ze nog in de schuur liggen. Ja, dan kom je er heel trots aan. En zeg, ja, zo werkt het niet, hè. Ja, dan moet je een paar handschoenen kopen. En die handschoenen zijn niet goedkoop. Weet je, als je gewoon een knappe handschoenen hebt, ben je net als voetbalschoenen, ben je 100 euro kwijt. Ja. Zo simpel is het. Vroeger was het 100 gulden, nu is het 100 euro. Nou, oké, okay, schermbescherm is nodig. En dan moet je trainen, tot je opeens eindelijk uitgekozen wordt. En de trainer zegt, doe jij maar mee met de wedstrijdploeg. Nou, dan denk je dat je een hele man bent. Nou, dan word je natuurlijk even flink in elkaar gebeukt. Maar ja, flink in elkaar gebeukt is ook weer een beetje... Die krijgen met voetbal hardere trappen. Dat weet ik uit ervaring. Ja, nou ja, ik laat zo zeggen, als je voetbal, dan krijg je meer blessures dan met kickboksen. Nou, vaak wel. Nou ja, en dan op een gegeven moment dan mag je een wedstrijd doen. Maar dan heb je, ja, dan moet je eerst eigenlijk door 3-4 nieuwelingen heen. Dan krijg je 6-7 C-partijtjes. Dan krijg je een stuk of 5-8 B-partijen. Eer naar de A-klasse kan. En bij de B-partij verdien je 150 euro als je wint en 100 euro als je verliest. Maar het is ook weer niet zo dat je iedere week een wedstrijd kan doen. Nee. Ik heb het bijvoorbeeld met Myrtle wel gedaan. Myrtle vocht op een gegeven moment 3 keer in de maand. En maar Myrtle is weer een heel ander geval. Myrtle, Fernando zijn broertje trouwens ook. Maar ja, ik zeg gewoon, laatste, als jij wat wil bereiken, dan moet je het doen zoals ik het wil. En anders houdt het op. En ja, geblesseerd of niet, ja, je moet toch de ring in. Dan doe je maar niet trappen. Dan moet je maar zorgen dat je sterker bent. Dan moet je maar meer gaan boksen. Nou, we hebben het wel allemaal gedaan. Ja. En, maar ja, kijk dan waar hij nu terecht is gekomen. Ja. Is dat verantwoord, die manier zoals je dat nu noemt? Zo van als je geblesseerd bent, dan toch maar knokken? Jawel. Tuurlijk, als het niet verantwoord is, dan zou ik het niet doen natuurlijk. Kijk, zijn sommige jongens die hoeven niet zo vaak te ringen. Of die kunnen niet zo vaak te ringen. Dat is een ander soort vechters. Maar ja, voor Myrtle vond ik dat gewoon de juiste manier. Juri, zei ik tegen Juri. Nou, Juur, toen wist ik ook natuurlijk nog niet zo veel. Hè? Dat moet je ook niet vergeten. En ja, Juur, laten we zeggen 3 weken... Voordat de wedstrijd is, dan gaan we niet meer uit en naar de film en dat soort dingen. Nou, oké, okay, sorry, is goed. Dus ik zorg dat die iedere 4 weken een wedstrijd heb. Dus wat krijg je op een gegeven moment? Een jongen die niet rookt, die niet drinkt, die geen drugs doet. Want iedere keer moet hij klaar zijn voor zijn wedstrijd. Ja. Dat was mijn filosofie erachter. En met Myrtle is gewoon heel simpel. Ja, het is een ander soort jongen. Die jongen die moest een blauw pak aan op een gegeven moment toen hij 16 was. En dan was hij loodgieter. En omdat hij zo mager was als hij maar wezen kon, moest hij in al die kruipruimtes en zo. En ik zei gewoon tegen hem, als wij nou gewoon zoveel mogelijk vechten, dat jij zo goed mogelijk wordt, kun je zometeen geld verdienen. En dan hoef jij niet meer zoveel te werken. Ja. Nou ja, zou kan kiezen. Dat aan de ene kant natuurlijk... zijn hand een klein beetje misvormd is, zeg maar, van het slaan. Ja. Ja, dan leert hij mijn leven. Maar aan de andere kant...
met alle respect had hij nooit de kleren gedragen en de auto gereden die Jan die hij daar wel rijdt. Of daar ja. wonen. Wat hij nou hebt, zeg maar, als hij gewoon loodgieter had gebleven, zeg maar. Ja. Ja. Dat is de andere kant van de medaille. Ja, dus zit Myrtle niet in dat stukje top wat... Want de kickboxwereld is best wel groot en MMA wereld ook. En we kijken natuurlijk naar de UFC, Pride, Glory. Ja. Maar uiteindelijk is dat de top 1% die er rondloopt in de wereld. Klopt. En hoe moeilijk is het om daar te komen? Of, ja, kan iedereen daar komen, volgens jou? Ja. Of heb je ook wel eens mensen verteld van, joh... Er zijn natuurlijk sommige mensen, weet je, soms moet je wel even realistisch zijn, hè. Dat je van, oké. Je doet zo je best en nog lukt het niet. Maar er zijn ook mensen, heb ik gezegd, die verliezen steeds op het moment dat het erom gaat. Hè. Sommige wedstrijden, sommige beslissende wedstrijden moet je winnen. Ja. En soms winnen ze die niet. Maar dan vraag ik ook van, laatste, bijvoorbeeld, je bent kampioen. Bij inboksen geweest. Nederlands kampioen, Europees kampioen. We hebben een titeltje met MMA gewonnen. We hebben met kickboksen die titel gewonnen. Misschien moet je het afwegen. Als je nou iets anders gaat doen, ben je nou gelukkig, denk je? Nee. Dus wat zou je doen dan? Zou je gewoon even een weekje rust nemen en je handschoenen weer pakken? Of ga je melden bij het arbeidsbureau? De andere kant. Ja. Kijk eens, en die mensen die zweven er allemaal onder. Ja. En er zijn heel veel mensen die zouden het gewoon heel makkelijk kunnen halen. Ik had een jongen, Jamie de Vries. Of Fernando Groenart. Ja, die hadden veel meer talent als Myrtle. Alleen het is heel simpel. Myrtle's talent was luister naar mij. En hard werken. Ja. En die andere jongens, die werkten iets minder hard. Want het ging toch wel makkelijk af. En die kwamen een keer een dagje niet. En nog een dagje niet. En die hadden weer iets anders te doen. En die moesten weer dit. En die moesten weer dat. Ja, en die jongens die hebben het qua vechten dan even net niet gehad. Dat we Myrtle's wel gehad hebben. Zelfde lichting, hè. Want in die tijd had ik 34 jongens vechten. Mm-hmm. 34 jongetjes en meisjes gingen we... Met 8 man daar vechten, met 6 man daar vechten. En dat is ook, hè, dan rij je er naartoe. En dan moet je 100, 120 kilometer. Nou, net wat je zegt, sommigen die hebben geen boekie. Dus die moet je een boekie kopen. Ah, ze hebben zeker geen geld bij. Dus ja, uit aardloop vraag je, nou ja, dat kost €10. Ik heb niks bij, ja. Sorry. Portemonnee vergeten. Ik ben ook schuldig geweest. Sorry Remco, als je dit ziet. Ja, portemonnee vergeten. Ja, oké, is goed. Nou, een boekie. Ja, die inschrijfgeld, die hier. Nou, dat hebben we gewonnen. En toen wonnen we wel veel. Vooral die jeugdpartijtjes. En dan rij je terug. Nee, je bent de hele zondag bezig. En dit en dat. En nou, klaar. Kom meteen spullen pakken. In die auto. Terugrijden. Ja. Nou ja, dan zie je een McDonald's. Dus wat doe je? Even eten. Stopt even. Jongens, jullie wat eten? Ja, natuurlijk. Portemonnee? Nee, ik heb nog steeds niet gevonden. Oké. Ja, is goed jongens. Kom, wat eten. En daarna rijden we naar de 3-sprong. En dan jongens, allemaal even een colaatje. Een schaal bitterballen erbij, want we hebben gewonnen. Morgen weer allemaal trainen. En volgende week gingen we weer naar andere galen toe. Ja. En zo weer. En soms, en op een gegeven moment had je ook internationale galen erbij. Kom je mensen op Schiphol, in de auto, meteen weer rijden. Ja. Snap je? Ik heb toen ook nog een tijdje op zondagochtend les gegeven bij Remco. Zondag. Mm-hmm. Landen, naar Oost, les geven, doorrijden naar galen toe. Ja. Ja, dat zijn lange dagen. En uiteindelijk komen er een paar jongens bovendrijven. Ja. Snap je? Dus het is niet alleen de investering van een vechter. Het is ook de investering van een trainer en de begeleidingsteam. Ja. Want ik had toen bijvoorbeeld Rashid. Een jongen die traint al, 28, 29 jaar nu bij mij. Ja. En die rijdt mij heel Nederland door. En die
is nog steeds op woensdagavond met zijn eigen ploegie. Ja. Geeft hij nog een lesje. En snap je? Ja. Zijn de sieraden van de sportschool. Ja. Qua vechters, ja, wat ik zei, die mindere, die betere vechters. Ja, die hadden gewoon harder moeten werken. En natuurlijk zeggen we het ergens. Van, hey, jongen. Ja. Maar ja, het zit er even niet in. Ja. Hoe. Moet ik even kijken, want ik heb nog zoveel vragen voor je. Als je nu kijkt naar de sterspelers bij jou in de sportschool, dan heb je het nog steeds over een Badr Hari, een Myrtle. Wij gaan al bijna 20 jaar terug dat we elkaar kennen. Ik ben van mening dat in de afgelopen 20 jaar dat er echt veel minder gala's zijn in Nederland. Omdat het dan moeilijk was. Op een gegeven moment zelfs maar mocht het niet eens meer. Heb jij daar in je vechterstal onder te lijden gehad? Nou ja, we hebben natuurlijk nog steeds onder te lijden. Er zijn nog steeds te weinig gala's eigenlijk. Nou, buiten dat er weinig gala's zijn. Even kijken. Er zijn ook steeds minder organisatoren. Hè? Ja. Dus vroeger had je de Beast of the East. Ja, Total Handle. Ja. Total Handle, weg. Showtime is nu Glory geworden. Wat had je toen in Tilburg? Balance Fight Night. Ah, ja, ja, ja. Ja. Had je, je had in Eindhoven een gala. Ja. Nou, die zijn weg. En die, daar zijn de grotere galas. En die hadden allemaal kleinere galetjes nodig om ze te voeden. En die zijn er niet meer. En nu hebben ze natuurlijk nieuwe regels. Van oké, is goed. Vroeger had je bij 16 mag je op het hoofd. Nu vanaf 18. En ja, denk je, ach, dat is eigenlijk misschien wel beter. Voor sommige jongens wel. Ja. Voor anderen niet. Want je kan lekker kickboxen, maar je wordt nooit op je hoofd geslagen. Dus je weet niet wat het is. Terwijl, soms ben je 18, je komt tegen andere mensen die ook niet op hun hoofd geslagen. Dan kom je er doorheen. Dan ben je zo meteen 20 en dan heb je een wedstrijd en vecht je tegen een Russisch jochie of een Oekraïens jochie. Nou, die jongens die zijn 9. Dan worden ze vol op hun hoofd gebouwd. Ja. Dus op het moment dat je dan opeens een paar klappen geeft. En hij valt niet. Denk je, wat is dat? Maar opeens krijgen ze wel. Ja. Dus ik weet niet of het qua schade verantwoordelijker is, zeg maar. Nou, op die manier. Die schade wordt later weer ingehaald. Nee, die wordt niet ingehaald. Kijk, je weet het niet. Dus je krijgt opeens klappen. Dus je gaat opeens rare dingen doen. Ja. Waardoor je nog zwaarder knock-out gaat. Hè? Ja. Dus dat is één. Nou vind ik ook sommige dingen, daar moet wel een halt aan geroepen worden hoor. Want je hebt ook van die gasten, je hebt van die jochies, en die hebben 50 partijen, die vechten tegen een jongetje, die heeft 2 partijen gedaan. Ja. Die komt heel vrolijk, vader, moeder, oom, tante, en die loopt naar die ring toe en die zegt, hoi, pa, hero. 2 handjes zwaaien. En dan staat er eentje in de ring en komt de stoom uit zijn neus en denkt, oh, dat kan nooit goed gaan. Ja. Ja, dat is ook natuurlijk het geval. Ja. Ik vind van niet. Dat hoort niet. Wat kun je er tegen doen? Nou ja, kijk, ik ben bijvoorbeeld een opleiding begonnen. Om mensen te leren hoe moet je lesgeven. Want er wordt veel onverantwoord lesgegeven. Ja, in mijn ogen wel. Weet je niet, te kijken op zo'n galletje. Dan een paar gasten in mijn petje schuiven. En zo'n tasje aan de zijkant. In een hele mooie spijkerbroek van 600-700 euro. Dat hoort niet. Heeft niks met sport te maken? Nee. En dat hoort niet. Weet je, en ik vind gewoon, dat moet dan banden zijn. En waar mist dan die verantwoording in? Dat ze mensen te vroeg de ring insturen? Dat ze dingen aanleren die echt nergens op slaan? Nou, sommige mensen, sommige jongetjes, die willen eigenlijk niet eens vechten. Ah, ja. Dat heb ik wel gezien. Kijk, dan heb je bijvoorbeeld pa en ma. Die lopen in zo'n trainingspak. En met de plaatselijke coffeeshop op de rug. De sigarenboer voorop. Noem het maar op. En een heel grote boven. Team Wichert. Oké. Wichert gewoon een partij doen. Ja, die wil eigenlijk niet. Maar het is een talentje, zeggen ze. Hoe kun je dat nou zien, man? Die jongen is 5, of 6, of 8. Ja.
8, hij heeft 3 trainingen gedaan. 5 trainingen is het talent. Ja, hij doet 3 maanden. Dus mijn talent, joh. Iedereen zegt het. Snap je? Hoeveel video's ik ook toegestuurd krijg van mensen. En hier moet je even naar kijken. Dat is echt een talentje. Ja, is goed. Ja. Dan zeg ik, laat die gasten gewoon, laat die kinderen gewoon examens doen. Net als bij judo, je hebt die gele slip, gele band. En je doet zeg maar 4 jaar examens, je hebt 8 examens gedaan. Ja. Maar je kan niet 4 jaar de boel faken, als kind zijnde. Nee. Snap je? Nou, en anders krijg je weer, je weet wat Jiske vet, die voetbalvader, die heb je ook bij kickboksen. Snap je? Ook ouders horen niet bij de trainingen te zijn. Ja. Ja, dat is het slechtste wat je kan doen. Tenminste, zeker ouders die zich gaan bemoeien met de training. En kinderen luisteren toch altijd meer naar de ouders dan naar de trainer vaak. Nou ja, je hebt natuurlijk, hoe noemen ze dat nou? Ja, misplaatste loyaliteit. Want als jij niet naar mij luistert, dan vanavond mag je ook niet op je PlayStation spelen. Je luistert toch niet naar mij? Dan hoef je dat ook niet te doen. Ja. Ja, die jongens, mensen die. Ja, die ouders die schreeuwen maar wat en die doen. Ja, nou, ik heb een paar pets gekocht. En in het weekend de pets examen met hem. Kijk maar wat we geleerd hebben. Ja, ja. Ja, wat had je gedaan als je zo'n diepzeeduiker had geworden? Snap je? Ik bedoel, kom op nou, man. Ja. Snap, doe dat niet. Ja. Dus daarom. En dan als het zometeen doorgaat, dan krijgt iedereen die moet verantwoord. Die moet een. Kijk, dan kom je eraan dan, met je vechter. En dan zegt iemand: hey, wacht even. Dat kind heeft helemaal geen examens gedaan. Hoe kan die vechten? Zo moet een beetje. Want als je zometeen examens gedaan hebt. En je bent bijvoorbeeld 8 als je begint. Dan ben je 12. En dan ben je 16. Dan kun je een beetje vechten. Dan kun je op een gegeven moment je eigenlijk ook goed verdedigen. Want je bent al 8 jaar ermee bezig. Hè? En dan kun je dus een stoot op je hoofd wel pareren. En op wel kun je wel mee omgaan. Want het gebeurt. Ja. Dan heb je het. Ja. En zometeen komt er ook iemand die zegt, hey, oké, wie staat er dan in jouw hoek? Ja, dat is mijn trainer, die trier, maar die heeft geen diploma. Nee, dat kan niet, want ik heb LTS gedaan en ik kan heel goed voetballen. Ja, maar ik kan niet kickboksen. Ja, maar ik heb ook 1 wedstrijd gedaan. Oh, 1 wedstrijd, oké, is goed. Ja. Snap je? Dan zie je dat ook die mensen, die hebben de kinderen, die hebben de klappen gehad. Dan komen ze terug, dan krijgen ze meteen zo'n trainer een catch. Meteen met zijn handen omhoog. Ja. Ja, dat kan niet. Ja. Weet je niet. Je moet ook een beetje waken. En zolang dat nog niet goed is, zal de kickbox altijd nog een beetje achtergeschoven zijn. Mm-hmm. Dus dat en natuurlijk het feit dat we kickboksen in MMA altijd, dat is misschien typisch Nederlands, altijd moeten klagen over een ander. Ja. Hij dit, hij dat. Waarom doe je niet? Waarom als iemand goed is, kan je niet eens blij zijn voor een ander? Ja. Waarom kunnen we niet met z'n allen zeggen dat we trots zijn op een kijk uit Musashi in de UFC? Of op een Shemaine de Ramdami of een Alistair Overeem? Ja, het Nederlandse publiek is wat dat betreft. Of Stefan Struve. Slecht voorbeeld voor een goed sportpubliek. Roepen, ja, die gaat toch wel verliezen. Waarom? Snap je, toen een voorbeeld, ik heb altijd een Daas keer bij Gilbert Avel, die moest tegen Vitor Belfort. Hier hadden we, die Gilbert, die zat toen pas bij dat Golden Glory, ging voor het Pride vechten. Ja. En Gilbert, ja, iedereen, ach, nou, hij zal het wel niet winnen. En, hij mag best wel een pak slagen, hoor. Waarom? Terwijl in Brazilië gaat die Babalu reist 300 kilometer en gaat dan gewoon in een kamp zitten, omdat die Babalu wel knietjes kan geven wat Gilbert doet, ongeveer. Hij kan het niet zoals Gilbert, maar hij gaat wel, daar gaat ze eigenlijk opofferen. Zo waren er nog 2-3 die erbij kwamen. En wat gebeurt er? Ja, Gilbert komt met die knip, lag op zijn rug. Ja. En hij had verloren en dat was dan maar goed voor hem. Ja. Nee. Ja. Ja, de supporters hier niet. Ik vind het wel jammer, want eigenlijk door die coronacrisis heb ik net mijn eerste trip naar Japan gemist. Met Dwayne van Helvoort. Die zou voor de wereldtitel Shoto mogen vechten. Oké.
30 mei. Maar die is door mijn neus heen geboord door het hele gezeur. Maar het is daar wel, hè? Dat publiek is wel... Is dat het fijnste vechtsportpubliek in Japan? Nou, in Japan is het anders. In Japan is het anders. In Japan... Zegt hij met een grote grimlach. Ja, nou ja. Waar is er, nu komen de zelfde verhalen. Nee. In Japan vroeger... was er een man, die kwam altijd, die had een speelgoedzaak. En die kwam ons altijd een bruine zak brengen. En in die zak zaten foto's. En die maakte die zelf. En dat was altijd van de wedstrijd ervoor. En hij had een speelgoedzaak en hij bracht altijd speelgoed mee. Dus ik heb voor mijn zoon had altijd heel veel kaartjes. En dit is in Japan? In Japan. Heb je het dan over die Susumu? Die fotograaf? Volgens mij wel. Hij is al overleden. Ah, dat weet ik. Zijn zoon doet het nu. Nou, dat weet ik even niet. Maar hij was een van de bekendste vechtsportfotografen daar. En, maar in ieder geval, ja. Dus nou, die man heb je dan. En, nou ja, daarna ga je bijvoorbeeld... 70.000 mensen zitten te kijken. Zijn binnen 30 minuten weg. Ja. Zie je niks meer van. En iedereen, komen Japanners... Sommigen die doen hun schoenen netjes uit. En dan hebben ze eten bij en drinken. En dan gaan ze het even opruimen waar ze gezeten hebben. Dan nemen ze allemaal de tas, nemen ze allemaal mee. En dan gooien ze een vuilnisbak weg. Maar ja, ik weet niet of je Jos gezien hebt wat er gebeurt. Als de UFC naar Hooi geweest is of Glory naar Hooi geweest is. Dan zijn ze eerst geloof ik al anderhalf uur bezig met schoonmaken. Met die bezem er doorheen te halen, proberen om het een beetje... En daarna kunnen ze pas beginnen met opruimen. Ook daar... binnen een uur is alles afgetakeld weg. Dit, dat, zus, zo. En daar hebben ze ook veel meer. En het publiek is allemaal stil. Je hoort af en toe iemand roepen. En, ja, als er iets gebeurt, schrijven ze een beetje. Ja. Dus je kan voor als trainer zijn heel goed coachen. Ja. En dat is het publiek in Japan. En ben je er graag? Ik ben graag in Japan. Ja, hoe vaak ben je er geweest? Nee, niet. Gaat wel tegen de? 56, 58 keer of zo. Wauw, ja, dat is inderdaad al veel, Jan. Zo, ik ben ook langer dan 5 dagen. Dus ik ben ook wel bijvoorbeeld geweest dat ik met Melvin erheen ga. En daarna vlieg ik naar Korea om met Badr te vechten. Terugvliegen om de KN-max te doen met Yuri. Ja. En daarna moet Melvin weer. Ja, dat we deze podcast konden doen, komt mede door het coronavirus. Want je bent nu gewoon een keer in Nederland. Maar ja. Je bent altijd onderweg en bezig en druk. Ja, klopt. En, ik zei ook van, ze zijn al een paar jaartjes mee bezig. En ja. het gaat op een of andere manier steeds niet. En jullie plannen het wel vooruit. Maar ja, als er dan een wedstrijd komt en je moet bijvoorbeeld in Rusland zijn, dan moet je op woensdagavond uiterlijk weg. Ja. Dan moet je er zijn. En als we Glory, moet je er gewoon woensdagochtend zijn. En Japan nog meestal dinsdag zo weg. Ja. Dus ja, dan blijft er weinig over. Hè? Ja, maar dit is gewoon jouw levensstijl al jaren. En dit wil je ook nog wel blijven doen de komende jaren? Ja, natuurlijk. Ik zou niet weten waarom ik het rustig aan moet doen of zo. Het gaat allemaal nog zo makkelijk en zo goed. Ja. Dus waarom niet? Ja. Waarom niet? Weet je, soms, ik heb wel eens een keer gezegd, voor sommige dingen... voel ik me even te oud. En dus in zoverre van... vroeger kon ik hele discussies aangaan. Maar dat doe ik niet meer. Ja. Ja, het is denk ik gewoon... weet je... je ziet het spelletje iets anders. En, Er is veel discussie, hè, in vechtsportland. Is er altijd natuurlijk. Want ja, waar haal je van? Haal je van iemand die mooi wegdanst de hele tijd? Of haal je van iemand die afvalt? Hij van iemand die beukt of hij van iemand die tikt. Mm-hmm. Weet je, ja. Dus ze zijn het er zelf nog niet echt over eens. Zeg maar. Mm. Daarom zijn ook altijd heel veel bonden. De bonden zijn allemaal uit elkaar ontstaan. Ja. Het is niet zo dat er opeens een nieuwe bond is. Nee, het is een bond. Het is meestal iemand anders ontevreden is met het feit hoe het nu gaat. Dus die begint een eigen bond. Ja. 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 Ja, het is een van de redenen waarom ik op een gegeven moment ben. We hadden het straks over dat we elkaar al langer kenden. En ik organiseerde mijn eerste gala 17 jaar geleden of zo. Is dat al zo lang? 7 jaar. 17. Oh, 17 jaar, ja. Volgens mij was ik 20. Ik ben nu 37. Ja. En
Ik vond het tof om het eerste gala neer te zetten. Speciaal gericht op amateurs, vooral MMA. En daar wilde ik echt het beste in neerzetten. Maar een van de redenen waarom ik er uiteindelijk ook mee ben gekapt, is gewoon omdat ik... het lijkt wel alsof je gewoon geen afspraken kan maken in het vechtsportwereldje. En zeker op het moment als het nog niet te veel om betaald ging. Jongen, ik moest gewoon... ik heb 1 keer 20 afzeggingen gehad voor een gala. Heb ik toen moeten cancelen. Ja. Had ik alleen nog maar de betalende partijen over. Ja, en die trekken gek genoeg nog minder kaarten mee. Dan de amateurs die voor het eerst vechten. En die hun hele familie en vriendengroep meenemen. En dat frats heb ik al meegemaakt op het einde, ja. Maar heb je dus weer die overschattingen? Team Wichert. Kom een gast aan. Ja, maar hij is een kilo te zwaar. Ja. Dus ik kan echt niet vechten. Ja. Ik kan niet vechten, want de hond van mijn tante, die ligt slecht. Ja. En ik kwam iedere donderdag bij die tante. Hè, en nou kom ik bij die tante en die hond die komt nu niet meer naar me toe. Dat, ik ben echt helemaal verslag af. Ja. Snap je? Dus dat, het ergste wat je kan hebben in de wereld is als je zo'n vechtsporter is. Je gaat 4, 5 keer dood. Je legt een keer of 12 op intensive care. Waardoor hij niet kan vechten. Oh, zo. Ja. Ik heb het er gewoon meegemaakt dat ik op de dag zelf, op de dag vechten, dat ik gewoon werd gebeld voor een profpartij. Gewoon werd gebeld van, hey, Wichert, we hebben een probleem. Die jongen die kan niet vechten. Want hij heeft een enkelbandje om. Ik zeg, dan doet hij dat enkelbandje toch af? Nee, hij heeft zo'n enkelbandje om van de reclassering. Dat moet hij om hebben. Ik zeg, en dat wist hij 6 weken geleden niet, dat hij die enkelband had. Die heeft hij niet op zondagochtend gekregen, toch? Ja. Echt gewoon, hoe de fuck krijg je dit bedacht? Ja. En allemaal weer stress en zo. En gelukkig, en het is wel grappig. Er zijn altijd weer dezelfde mensen die ik dan kon bellen. Waar je inderdaad eventjes de mic belt en zegt, hey, ja, we hebben over 5 uur een gast nodig. Heb je iemand? Weet je wel? Die waren er 3 of 4. En die kon je dan bellen. En dan hoopte je dat die het had. En die kwamen dan wel opdagen. Maar nee, dat was wel een van de... Maar zo gaat het toch? Ja, een van de... Ja, ja. En uiteindelijk ben ik ben dat Heat of C toen ook gestart. Gewoon om de jongens bij Remco en... ja, eigenlijk mijn eigen clubje, mijn eigen vriendenclubje, om die gewoon een podium te geven waar je ze kon bouwen, waar je ze kon vechten. En, maar ja, ik weet niet. Op een gegeven moment, ik vond de vechtsportwereld, het is gewoon moeilijk om daar mensen aan een afspraak te houden. En daarom is het op een gegeven moment ook gewoon, had ik geen zin meer in. Maar dan zei ik dus van tevoren, jij hebt heel veel hele leuke dingen gedaan in en met de vechtsport. Maar je bent overal mee gestopt. Overal is het, omdat... kijk, ik zit samen vaak met Oscar. En Oscar, die komt uit het bedrijfsleven. Mm-hmm. En ja, Oscar, afspraak is afspraak. 5 uur is 5 uur. Is niet 10 over 5. Is niet 3 minuten voor 5 bellen. Of 10 over 5 bellen. Sorry, ik sta in de file. Ja. Dat, snap je? Dus hij staat ook vaak met grote ogen te kijken. En zegt, Mark, hoe doe je dat met die gasten? Man? Ja. Snap je? En... Toen komen gewoon, ja. Ja, en ik heb ook een andere vriend die heb altijd gezegd, Mike. Ja, het lijkt wel of het allemaal patiënten zijn. De goede ertussen. Maar dan moet je dus weer naar de beter betalende. Ja, die hoef je niet zoveel te zeggen. Ja. Maar die andere gasten, ze melden zich af om niks. Het kan ook gewoon van de een op de andere dag. Ja. Je kan ook gewoon in het buitenland zijn met iemand. Dat heb ik gelukkig niet. Maar ik zie wel eens, is iemand in het buitenland die zegt, ik vecht niet. En dan nou, heel veel discussiëren en 3 dagen bezig zijn. En €50 erbij, vecht hij wel. Ja. Ja. Ja, en is dat dan gewoon, wat is dat dan gewoon? Is dat gewoon angst? Op dat moment? Druk? Ja, nou ja, die angst die wordt waarschijnlijk weggehaald door die €50 of zo. Ik weet het niet. Het is allemaal een beetje apart werk, weet je niet. En, ja, en daarom ben ik er altijd zo voor om het anders te doen. Weet je, haal eens een keer wel een afspraak. Ja, waarom? Er zijn altijd redenen waarom je niet kan vechten. Ja. Ik kan niet vechten, want ik kan niet trainen, want waarom zijn die gewoon gevechten? Ja, als dat gebeurt, dan vecht ik niet hoor. Maar een dag of 3 later krijg je, ik kan niet trainen. Vechtpartij gaat met 4 man. Au,
Waren die wel allemaal onder de 70 kilo? Hè? Want anders kon het toch niet? Ze zeggen net een partij, ja, van die gozer die mag 71,5. Ja. En je gaat wel met 4 man lopen vechten. Ja. Snap je? Of je gaat wel met, weet je, je gaat met iemand die 80 is of zo. Ah nee, maar nou, ik kan niet met een vechten. Man. We zouden, ja, nou, is toch al 23, weet je? Ja. Ik ben 16. Ja. Ja. Ja, je hebt het niet makkelijk gehad met... of de mensen... ja, het is natuurlijk ook wel een beetje wat in het vechtsportwereldje zit. Ah. Het zijn allemaal jongens met een verhaal. Of tenminste een hoop wel. En ja. Sommigen die... ja, ik denk dat je ook in de tijd bijvoorbeeld met Badder... toen hij zijn... laat ik het zo zeggen, zijn vorige periode in zijn leven had... heb je als trainer denk ik best wel vaak in je hoofd gekrapt van... wow, waar gaan we nu heen? Nee, kijk, dat zeg ik. Ik heb niet zoveel problemen ermee. Mm-hmm. Ik heb vaak te maken met opvoeding. Ik ben ook van het begin af aan... moeten jongens weten waar ze aan toe zijn. Ja. Ik zie ook wel eens soms een kijkje en dan denk ik... Jezus jongen, over de trainer. Laat het niet zo over je heen lopen. Dat gaat helemaal de verkeerde kant op zometeen. Als trainer zijnde? Als trainer zijnde. Ja. 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 Snap je? En ja, zo gaat het gewoon. Maar ik heb jou niet zo heel veel meegemaakt in de wedstrijdsfeer en met de wedstrijd jongens. Maar ben jij streng voor de jongens in de omgang? Want ik heb altijd het idee dat ze, je bent, ik vind jou niet heel zwart-wit. Ik heb het idee dat er altijd een discussie met jou te voeren valt. Nou, als het maar redelijk is. Ja. Als het maar redelijk is. En als het maar, en het ligt er ook aan met wie. Het ligt er ook aan met wie en waarover. Snap je? Je kan met mij discussiëren. Dat is geen probleem. Ja. Ik wil best gaan staan voor je. Het moet wel ergens op slaan. Ja. Snap je? Het is net wat ik zeg van... ja, nu wil je niet vechten. Je hebt 3 weken geleden met 5 man gevochten. Hoe dan? Ja. Hoe doe je dat? Ja. Hoe ruim je dat? Dan vraag ik het gewoon eventjes. Dan laat ik eigenlijk zien hoe belachelijk ze het zelf doen. Ja. Ja. Meestal... ja, dus daarom zeg ik, heb meestal niet zoveel problemen ermee. Met die jongens. En ook niet over het vechten. Vechten doen ze allemaal wel. Ja. Het komt allemaal wel. En anders dan naar de top... Ik mag gewoon jongens zeggen, ah, sorry, dan zeg ik helemaal niks eigenlijk. Ja. En komt iemand en zegt, ah, sorry, die vechter heb ik niet meer. Ja, jammer. Ja. En dan ga je kijken en dan denk ik, ah, ja, ik word nou al tijd voor een wedstrijdje. Ja, als je niet wil, dan wil je dat niet. Ja. 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 Hoe, moet eventjes naar een beetje de actuele dingen gaan. In de zin van, Badr heeft laatst weer een keer gevochten. Groot spektakel in Nederland. Misschien wel een van de grootste sportspectakels van op de televisie weer een keer. Nou ja, buiten het grootste. Ja, is het best bekeken. Ja, het is bizar. En buiten dat ook, denk ik het grootste. Ik denk dat er ook niet veel meer mensen, waar dan ook de wereld aan kickboxwedstrijd, ja, waren. Behalve Japan is het drukker geweest. Ja. Voor de rest heb ik niet echt stadion gezien waar er meer mensen waren. Ja. En hoe heb jij de... Want Badr is er eventjes uit geweest. Ja. En hoe lang train je al met Badr nu? Sinds 2006. Ja. Je hebt eigenlijk bijna alles wel meegemaakt in zijn carrière. Ja. Hoe heb jij zijn rentree, als het ware, ervaren van de laatste jaren? Ja, van dat soort dingen geniet ik. Ik heb altijd gezegd, van dat soort wedstrijden leef ik, weet je niet, als het recht om gaat. Ja. K1-finales, ja. Titelgevechten. Kan me maar voorstellen, ja. Snap je, dat vind ik, dat vind ik heerlijk. Snap je, dan heb ik het niet over een wedstrijd van, ja, jij hebt 2 taals verkocht, dus jij mag voor de Nederlandse titel vechten. Dat vind ik gewoon niks. Ja. Dat is een ding, ik ben ook beblazen geworden, maar... Ja, ja, je bent een kampioen, weet je wel van. Ja. Maar als je nou gewoon kampioen van Glory bent, nou, dan heb je wat. Zoveel titels hebben we Glory ook niet gehaald. Ja. Dus, ja. Ja, ik weet nog dat in Amsterdam Arena dat Badr toen vocht tegen Ignashov. Ja, en, die allereerste arena. Ja, dat was echt gewoon, volgens mij was dat ook nog een soort, was dat een invalpartij voor hem? Ja, ja, 2003. Hè? En dat ik echt dacht, wauw, echt onder de indruk van ook zijn agressiviteit in de ring. Er zijn maar weinig vechters die dat zo hebben. Ja. Een ander voorbeeld daarvan, Melvin Manhoef, Gokhan Saki. Zijn ook allemaal van die gasten van, wauw, die hebben iets in de ring. Dat is wel echt uniek. Bepaalde agressiviteit, bepaalde stijl. Ja, dus... Het is wel leuk om mee te werken. Het is leuk om dat te ontwikkelen. Ja.
Kan je dat ontwikkelen, die stijl van ja, vechten? Nee, ja, ik heb maar heel simpel. Maar Ignatjov. We hadden er weer tegen Ignatjov gevochten. En nog een keer. Dus als je gewoon kijkt de ontwikkeling, hoe die veranderd is. Ja. Hoe die beter geworden is. Dat is natuurlijk opmerkelijk. En dat is natuurlijk mede door zijn eigen harde werk. En ja. Er is altijd iemand die moet zeggen, je moet naar links, je moet naar rechts, of je moet een beetje hier houden. Ja. Nou, dat doe ik. Ja, dat heeft hij zelf ook aangegeven, toch? Dat je daar een grote rol in hebt gespeeld. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, de eerste keer dat ik bij haar tegenkwam, ging in staan. Dus ik denk, nou, geef ik een stoot. Kijk zo. Dat zou gaat het niet werken. Maar dat is ook vaak wat heel veel vechters ook tegenstaat. Als ik dan gewoon zeg, ja, dat kan niet zo. Want dit en dat. Gaan er zo staan, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Zelf dat ik met Saki kwam, ik zei, we gaan de boel even een beetje omgooien. Nou ja, ze elkaar tegen Gita hebben nog steeds afgespeeld, bijvoorbeeld. Ja. Snap je? Ja. Maar helaas, ja. Dan zei ik tegen Barana, misschien moeten we het even zo doen of zo. We gaan het even anders doen. Ja, wat moet ik doen dan? Nou ja, dus bij Badra bijvoorbeeld. Ik zei, kijk, toen hij pas bij me kwam, woog hij 84, misschien 85 kilo. Hij is het kaak op elkaar genaaid. Van die truitrap tegen die Rolling Thunder. Ja, die Peter Graham. Ja. Ik zeg, kijk, weet je wat het is? Je weegt niet zoveel. Die gasten wegen 110, 120 kilo. Is dat voor... Dan ga je weer aanvallen. Waarom? Je laat het even anders doen. Laten we gewoon eens een keertje met die gasten vechten. Zonder te vechten. En dan op het moment dat ze een beetje murf geslagen zijn, dan gewoon met ze knokken. Dan hebben we het een beetje eerlijk gemaakt, zeg maar. Ja. Laten we dat gaan doen. Dan, dat ben ik weer nog aan doen. Nou, dat ging goed. En op een gegeven moment ging het zo goed. Nou ja, we komen wel heel snel door. Misschien moeten we met meer gaan aanvallen. Nou, dus dat heb ik steeds met hem gedaan. Constant ontwikkeld, zeg maar. Dat is goed. Ja. Nou, met Saki, hetzelfde. Weet je, ik zei, ja, het is raar dat jij trapt, weet je. En je bent wel snel. Maar ja, wat heb je erin? Snap je? En ik denk, als jij nou bijvoorbeeld van 1 tot 10 heb je snelheid en hij is zeg maar een 9 op snelheid. Mm-hmm. En de meeste zwaargewichten zijn 5,5, 6. Ja. Stel je nou voor, hè, dat jij een 7,5 tot 8 bent. Dan ben je nog steeds veel sneller dan de rest. Maar je gaat veel harder slaan. Maar dan? Ja. Ja. Zo had ik het nog niet bekeken. Ik zeg, maar zo is het wel. Hmm. Nou, okay. Dus dat hebben we. Dus dat heb ik met hem gedaan. En ik zeg, kijk, je gaat trappen. Ja. Met alle respect, je hebt hele korte benen. En een beetje een typische Turkse bouw. Brede middel. Dikke kont, dikke benen. Dan ga je trappen. Ja. Ja. Ga je eens boksen en kom dan met je trappen. Nou, dat is goed. Melvin. Die is overal te klein. Te stijf. Te agressief. Ja, misschien. Kan je te agressief zijn? Soms. Nou ja. Wat hij natuurlijk wel heeft. Hij was zo explosief. Net na als die explosie mislukte, dan was je ook back af, hè? Hetzelfde als een 100 meter sprinter, die gaat als een imbecil weg. Ja. Maar als hij 5 keer fout start, dan komt er ook niks meer uit. Ja. Dus ja, niet lenig, niet, weet je, allemaal net niet. En ja, met hem toch heel veel dingen bereikt, heel veel. Ja. Vooral grote namen gewoon in elkaar geslagen. Ja. Ouderwets. Ik vergeet zijn partij tegen Sakuraba en Mark Hunt. Dat zijn klassiekers. Ja. Sakuraba, Mark Hunt, Karev, kickboksen. Ja. Ja, denk dat, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Snap je? Dus ja, dat was... Of hij is ook de eerste. En volgens mij de... Misschien weet ik niet de enige nu. Dat weet ik niet meer, maar hij is... Dat was wel de eerste die van een crazy won. Het sloeg gewoon even knock-out, hoor.
Ja. En ja. Ja, dat ja. zijn de mooie, mooie momenten uit jullie. Ja, natuurlijk. Hey, nu heb je, want Melvin vecht wat minder. Je staat niet meer bij Melvin in de hoek, hè, als hij nu vocht. En Gokhan is nu naar de UFC gegaan. Dus, ja, ik was wel weer met Gokhan aan het trainen, maar hij raakte toen geblesseerd. Mm. Ja, ach. En we hebben toevallig van de week aan de telefoon gehad. We gaan het beleven. Ja. Leven en jullie gaan het weer samen proberen. Ja, nou ja, we hebben nou in ieder geval van nu afgesproken. We gaan van het weekend even rustig uitgebreid bellen met elkaar. Ja, ja. Natuurlijk in verband en met mijn dochter was jarig. En ja. Ik ben in die sport gewoon het, alles weer een beetje aan het vastzetten. Ja. En het schoonmaken en een beetje aan het verbouwen. Ja. En in het weekend heb ik daarna nog een beetje rust. En dan ga ik even uitgebreid met hem bellen. En dan kijken wat we gaan doen en hoe. Ja, ja, mooi. Hey, en met Badder, want dat is dan nu nog degene die op de wereldtitel op de loer ligt bij Glory. Ja. Alleen, hoe heb jij zijn laatste wedstrijd beleefd? Kijk je daar nu op terug? Hetzelfde als die andere wedstrijd. Het is heel simpel. Ja, hoe zeg je dat nou? We waren aan het winnen. Motorpech. Ja. Twee keer gehad. Twee keer. De eerste keer zei de critici, ja, maar ja, hij wordt moe en hij kon het niet aan de druk en weet ik veel wat. Maar ja, ten eerste, welke druk kennen we niet aan? We hebben druk gehad van mensen die veel meer druk zetten. We hebben een Recefo, Ellis Roverheim. Ja. Sam Schild, Peter Arts, er zijn geen jongens die achteruit gaan. Ja. Die gaan meer vooruit dan Rico. Alhoewel, ik natuurlijk wel moet zeggen, natuurlijk nu, kijk, ik doe niet minderwaardig over Rico of zo. Verre van, want ja, in de duistere tijden van het kickboksen blijkt het gewoon een goede kampioen te zijn. Alleen ik weet dat wij beter zijn. Ja. En ik weet dat we beter kunnen. Alleen ja, je bent afhankelijk van het materiaal wat je hebt. Hè? Ja. En het is natuurlijk niet dat nu het materiaal slecht was. Nee, helemaal niet. Er gebeurde iets. Het was al een beetje, ja. Er gebeurde een paar weken ervoor ook op trainen. Dan zei ik ook, misschien moet je die draaitrappen maar even laten zitten. Maar die zijn we niet nodig. Dat was één. De andere kant was, we hebben heel veel getrapt in deze voorbereiding. Om die traplucht te krijgen. En, bedoel je, om genoeg conditie te krijgen om te blijven trappen? Nou ja, traplucht. Dus kijk, als je traplucht is anders als bokslucht. En bokslucht is anders als gewoon conditie. Weet je niet, als je gewoon slaat. Uh-huh. En je slaat hard, ja, dan word je moe van. Ja. Nou, dus daar moet je een bepaalde conditie voor hebben. En als je trapt en je kan heel hard slaan, maar je trapt 5 keer, dan ben je ook back af. Dus dan. En je moet lucht hebben daarin. Ja. Lucht hebben. Dus we hebben heel veel getrapt, heel veel gedaan. Ik zou ook tegen Badder, het enige wat we misschien verzaamd hebben, was het slukwerk. Dat doen we meestal heel veel. Ook wat je het constant op blijven buiken. Nou, misschien was dat het. En dat is misschien de reden waarom ik koos voor een draaitrap, een spectaculair eind aan te maken. Ja. In plaats van gewoon naartoe en een paar met zijn stoot op sporen. Ja. Zoals ik het zeg. Ja. Weet je, dus ja, dan moeten de je wint samen, je vlies samen. Dus ja, oké. Okay, je moet de vaart bij jezelf zoeken. Het is vaart, vaart, als je het de vaart kan noemen. Ja. Je kan nog niet weten hoeveel dat die enkelband het begeeft. Dat kun je nog niet weten. Ja, maar ik ken dat mensen ook niet beseffen hoeveel kracht het erop komt. Als je en al zoveel weegt en zo krachtig bent. En ja. Nog explosief een keertje tegen een huis als Rico aankomt. Ja, dus ja, dat gebeurde. Ja, voor de rest, die wedstrijd. Ja, dat was natuurlijk genieten, man. Dat is van A tot Z genieten. Ja. De eerste wedstrijd was ik nog met die plasiebad aan de ring toe kijken. Ik denk, Jezus Christus. Die dag ervoor ook, dacht ik, potverdikke, zeg. Kijk dan eens eventjes, jongen. Ja. Hè, die sukkels uit Amsterdam-Oost, die staan hier. Zometeen met z'n tweeën, zei ik ook tegen hem.
Want we komen allebei uit Amsterdam-Oost. Dus ik moet kijken, die slechte voor het schoren met Oost. Pas gauw is. En ja. krijgen die niet. Dat zit toch. In het begin hebben we samen begonnen te werken. Dachten ze, nou, die twee, dat wordt nooit wat. Want die Mark is er bij de hand. Want die moet overal wat voor zeggen. En die Barre die pikt niks. Dus ja, dat wordt heel lastig te communiceren met elkaar. Ja. Nou, als je dan kijkt hoe ver we het toch nog geschopt hebben. Ja. En dan kijkt naar dit hele stadion gevuld. Dat wordt wekenlang. Wekenlang. Je zet zondag zet ik de radio aan. Michiel Bijlen. Ja. Ben je team Rico of team Badder? Iedere ochtend. Ja. Nou, dan heb je, hoe heet het, dan worden de interviews hier. Interviews daar. Weet ik veel. Ik ben in zoveel programma's geweest. Dan denk ik, ja. En dat voor kickboksen. Een beetje ondergeschoven kindje. Ja. Beetje, ja. Kindje, ja. kindje met een manke been. Ja, daar heb je wel een grote rol in gespeeld. En Badder ook. En ik vond het mooi om te zien hoe Badder zich ontwikkeld had in de laatste jaren. Weet je, ik vond hem op televisie echt goed presenteren. De juiste dingen zeggen. Worden we de ouder. Scherpe randjes gaan er misschien af. Ja. Maar weet ik niet. Kijk, het is, ik weet niet of hij wat ouder wordt. Ik denk dat hij er wat beter mee omleert gewoon, weet je. Ja. Ik ben wat nuchterder. Weet je, kijk of zo. En als iemand wat erop nam, denk ik, maar met hem hoef ik niet te discussiëren, weet je. Ja. Ja. En hij vond het soms nodig om te discussiëren met mensen. Oké, dat is hij. Ja. Maar dat was ook onze eerste afspraak samen. Ik zeg, laat mij mezelf zijn. En laat jou, ik laat jou jouzelf zijn. Ja. Ik ga het er niet over hebben als jij met die moet discussiëren. Daar wil ik niet over hebben. En als ik op vrijdagavond of ik wil, weet ik veel, ik heb een biertje drinken, dan wil ik niet aan de telefoon hebben van hij. Dat ben doen. Ze willen maar lekker mijn dingen doen, doe jij jouw dingen. En als wij samen elkaars ding doen, dan komt het goed. Ja. En nou kijk eens wat er gebeurt, man. Ja, ja mooi. En wat is nu het plan? Wat is nu het plan? Nou, het plan was eigenlijk de 20e van juni om die Benny even in elkaar te beuken, maar. Ik denk niet dat het doorgaat. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Dus hij is nog steeds fit. Hij is bezig. We spreken elkaar 2 keer per week. Ja. Het is nu eigenlijk de bedoeling dat we zo meteen moeten even. Niemand weet eigenlijk wat hij kan doen nu, hè, met dit corona. Het is een beetje van ja, ach. Sorry. We zijn een beetje aan de goden overgeleverd wat dat betreft. Ja. Wanneer mag de sport gewoon weer open? Wanneer mag we weer trainen? Wanneer kunnen we wat vrijer gaan bewegen? Daar gaat het om. Ja. En wanneer kunnen we weer wat evenementen gaan doen? En dan hoe staat Glory ervoor? Ja. Wat is uw voorstel? Ja. Ja, ja. Daar ben je van afhankelijk natuurlijk. Hè? Dat iemand als Glory zegt van, ah, weet je wat je doet? Zorg maar dat je klaar bent in september of zo. Ja. Ja. Okay, en dan gaan we weer een plan maken. Maar ja, het zal wel even lastig worden natuurlijk. Hè? Ja. Want eind april begint ook de Ramadan. Dus dan heb je tot met mei niks. En dan, ja, dan kunnen we er nou weer gaan trainen. Eind mei, begin juni. Ja, ja, ja. Snap je? En ik, ja. Kan jij nou als trainer. Want je hebt natuurlijk je eigen sportschool en de leden en daar de inkomsten van. Zou jij nu als trainer puur zang kunnen leven van de vechters die die wedstrijd vechten? Het ligt aan hoe je wil leven, toch? Ja, nou, en de manier hoe dat je nu leeft dan, denk ik. Nou, kijk. Luister. Ik heb een heerlijk leven. Ik zou dat niet willen missen. Het is hard werken. Sommige mensen zeggen, ik snap niet dat je dit doet. Ja, van het vechten zou je van kunnen leven. Als ik wat zakelijker ben, denk ik wel. Ja. Sommige dingen moet ik wat zakelijker bekijken. Zoals? Nou ja. Laatst, het is ook, ik vertel je net, je rijdt met een paar jonge jochies. 13, 14, 15, 16 tot 18 rijdt het hele land door. Ja. Niemand heeft een euro in zijn zak. Dan gaan we naar een ander, een grote organisatie. Laten we zeggen, we gaan in Engeland vechten. Nou, dan hebben ze gewogen. Dan moeten we erna gaan eten. Ja, Dan hebben we nog steeds niemand een euro in zijn zak. Ja. Nou, dan moeten ze naar een dokter.
zeg ik, grap. En de dokter kost 150 euro. Ja, nee, betaal ik van de week even. Ik weet ook wel, sommigen betalen het wel, anderen betalen het niet. Ja. Sommigen schieten er even tussendoor, anderen niet. Ja. Valt er een camera uit? Ja. Oh. Heeft hij toch lang gedaan? Ja. Ik dacht dat hij eigenlijk ook stroom kreeg van de kabel. Ja, blijkbaar niet. Oké. Hebben we veel verlies of niet? Nee, toch? Nee, echt. Nee, oké. Professionaliteit, Mike, je ziet het. De camera's vallen er zelf uit hier. Ja, nee, ik snap je punt, man. Ik bedoel, de investering die je als trainer maakt in al die jaren. En wat zou je daar dan willen zien? Een soort voetbalsysteem waarbij jij de eerste trainer bent. En zit dan de zakelijke ergernis erin? In dat mensen, dat je bijvoorbeeld 6 jaar lang met ze rondrijdt, al die dingen doet. En dat ze dan vervolgens bij je weggaan omdat ze stoppen? Of hoe? Ja, ergernis niet. Hetzelfde met andere vechters. Die komen dan maar en die hebben niet of nauwelijks een A-partij. Of... die vechten voor een tafeltje. Ja. En die doe ik onderbij een goede organisatie. En dan gaan ze ergens anders, want noem maar een reden. Ja, ja. Dan denk ik altijd een paar dingen. Dat is heel simpel. Kijk, daarom heb ik ook geen contract met vechters. Als je niet bij me wil zijn, dan hoef je niet bij me te zijn. Ja. Daar heb ik helemaal niks aan, weet je niet. Ik wil ook niet... ja, maar ik heb een contract. Ja, maar dan moet je mij nog. Nee, man, als je weg wil gaan, alsjeblieft, ga weg. Ja. Blijf alsjeblieft niet een minuut langer dan dat je moet zijn. Maar verwacht dan ook niks meer van mij, weet je. Ja. Dan hoeft het ook niet meer. Ja. Dus dat is een beetje hoe het in elkaar zit. En er zijn toch altijd mensen die zeggen van... nee, sorry. Er zijn toch altijd mensen die het wel waarderen. Die wel zeggen, hey, paps, waar bent u? Ja, ik ben nu op Schiphol. Ik rij even bij u langs. Ik kom even mijn gaatje brengen. Ja. Of, en ik kom u even bedanken. En daar doe je het voor? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk ja. Wel. En uiteindelijk, het zijn eigenlijk nooit, het zijn ook nooit de echte kampioenen die weggaan. Ja. In mijn mening. Ja. En ja, tuurlijk, ik kan er altijd naast zitten, maar ja. Meestal niet, weet je niet. Want dat is echt, als ik het er niet uit krijg, ja, dan moet je toch wel goed zijn. Ik zou ja. Niet zeggen dat de enige trainer ter wereld ben, verre van. Ja. Heel veel hele goede trainers, heel veel ondergewaardeerde trainers in Nederland. Ik wil niet zeggen dat ze slecht zijn, maar ja, je bent als trainer afhankelijk van het materiaal waar je mee werkt. Ja. En kapot gereedschap is geen goed gereedschap, is geen gereedschap. Ja. Zo simpel is het. Ja. Dus als het poppetje defect is, ja, dan kan je nog zo goed zijn. Krijg je het tot die tijd. Ja. Nou, dat is dus wat er aan de hand is. Ja. Hm. Hoef je niet over te klagen. Weet je, dat is wat ik altijd zeg, dat is toch een drol in je mond. Snap je? Slik het in of spuug het uit. Want als je het gaat houden, dan ga je uit je bek stinken en daar heeft niemand wat aan. Weet je? Ja. Dus ben je ook nog een beetje een last voor de mensen om je heen. Ja, dat ja. Moet je niet willen. Ja. Dus ja, daarom ben ik er meestal wel heel lakoniek over. Ja. Ook als mensen weg willen, dan komen ze heel helemaal dit. En, alsof ze dat... alsof ze naar de galg gebracht worden. En dan gaan ze zeggen, oh, maar ik weet niet hoe ik moet zeggen. Ja. Ik denk toch dat ik een andere kant op moet gaan. En heel verhaal hebben ze bedacht. Nou, oké, okay, is goed. Ja, hier nou. Hand, bedankt jongen. De mazzel. Ja. En het beste. Ja. Is dat gewoon jouw manier van afscheid nemen om er gewoon zelf minder last van te hebben? Ja, maar als je nou niet bij me wil zijn. Ja. Hoe moet je dat, hoe makkelijk... hoe makkelijk kan het zijn dan? Ja. Weet je niet? Ik bedoel, ik kan ook me druk maken. Ja. En dan zou ik toen Badr wegging, weet je, dan zei ik ook van, helaas, ik kan jou 5 uur lang vertellen waarom je bij mij moet zijn. Ja. Maar jij hebt waarschijnlijk je gedachten al opgemaakt, dus ja, kan je nou, laten we het zo laten en laten we niet, dat zeg ik ook altijd, laat niet veel tussen ons in komen te staan, weet je, niet te veel troep, niet te veel. Ja. Ruzie maken.
Dat eigenlijk helemaal niet. Helemaal geen ruzie maken, geen rare dingen over elkaar zeggen. That's it. Ja. Ja. Nou, mooi. Nou, mooi. Ben je vergevingsgezind? Dat ligt er aan. Dat ligt er aan. Nee, dat ligt er aan. Ja. Nee, dat ligt er aan, weet je niet. Ik denk van... Ja, in hoever gaat het? Ja. Dat ik soms kan je het eventjes niet zien zoals het is. Ja. Dat mag. Ja. Een ander mag ook wel eens zeggen van... ja, maar ik denk dat je niet meer zo scherp bent als vroeger. Dat kan toch? Ja. Als het niet zo is, dan is het niet zo. Ja. Maar is het ergens anders beter? Weet ik niet. Ja. Nou, oké. Okay. En dan nou, kom Badder, die komt dan terug. En er zijn ook mensen dat ik heb gezegd, dat lijkt me geen goed plan. En dan zeggen ze, ja, het gaat alleen om het geld. Nou, het gaat niet om geld. Het is een 13 jaar samen of zo. Ja, het is gewoon een relatie. Dan komt er een breuk in. Maar 13 jaar, je moet ook, wat ik al in het begin van halverwege het interview zei, niemand gaf ons wat. Dus je bent heel erg op elkaar afhankelijk van elkaar. Weet je. Je bent heel erg op elkaar. Dus je gaat naar het buitenland en je ziet hele grote clubs zoals Golden Glory. Ja. Met 6, 8 man. En aanhang staan. En wij staan er met z'n drieën. Ja. En die gasten hebben allemaal tassen en rolkoffers. En wij hebben een koffer en er zitten toevallig 2 wieltjes met een handvat. En we hebben niet 4 wieltjes in het begin. Ja, en uiteindelijk wel natuurlijk. En ja, je bent op elkaar. Ja, wat ga je doen? Dan ga je naar beneden. Er zitten hunnie. Nou, dan ga je er maar niet bij zitten. Want we moeten morgen weer tegen ze vechten of over 3 dagen. Ja. Dus je gaat op de kamer zitten. Je zit op elkaar, net als we nu hier zitten. Zit met elkaar te praten. Dan ga dat maar eens een keertje 3, 4 dagen doen. Ja. En dat 5 keer per jaar, 6 keer per jaar. Ja. 5, 6 dagen. En dan hadden we het voor, hadden we het op een gegeven moment hadden we het uitgevonden. Hè? En dan gingen we niet op dinsdag gingen we naar Japan toe. Nou, dan gingen we die zaterdag of die vrijdag ervoor al. Ja. Dan waren we er al een paar dagen, dus zaten we nog langer met elkaar. Ja. Nou, dan ben ik daarna nog, weet ik veel, een keer of 50 in Marokko geweest. Zo. Met Badder. Maanden. We hebben bij elkaar iets van 3, 3,5 maand in Tsjetsjenië gezeten met elkaar. Wauw. Ja. We zijn 2 keer, 3 keer een maand in Dubai geweest. We zijn 2 keer 3 weken buiten de 5 dagen van Glory op Hawaii geweest. Nou ja, het is ja. Dan heb je een heel andere band. Ja. Als dat iemand 3 dagen in de week komt trainen. Ja, ja, snap voor ik wel. 2 jaar. Ja. En dan zegt dat hij weggaat. Ja. Ja, ja, snap het wel, ja. Ach ja. Weet je. Het is een beetje ja, linksom, rechtsom. En dan moet je dan vergevingsgezind zijn. Ja, nou ja, je moet soms even knopen doorhakken. Ja. En dan moet je andere afspraken maken. En dan moet je, als je er allebei oké mee bent, Ja. Dan maak je dan druk. Maar is het ook hetzelfde met het weggaan. Als je allebei oké mee bent, ga dan. Ja. Ga dan, weet je niet. Dan hoeft het nog niet. Ja. Dan, maar ja, dat komt er natuurlijk wel achter op het moment. Als je dan daar weer gaat en je staat en je komt elkaar weer tegen ergens in het buitenland. En dan komen ze een beetje schompig, lachend aan. Hey, wat gaan jullie doen? Ja. Ja, wat gaan doen? Ja. En jij? Ja, ik weet niet, man. Ik dacht, misschien kan ik even met jullie mee. Met ons mee, wat naartoe dan? Dat was een goede trein. Dat was toch wel, die man was veel beter als ons. Wat doe je dan? Ja. Hoef je niet meer bij mij? Ja. Dan ben je gek. En dan neem ik bijvoorbeeld Big Baby Miller, die bokser. Die kom ik wel in Japan tegen. Ik zeg, hey, grap, hoe is het? Hey, Mark, ja, sorry, ik weet niet wat ik moet doen in Japan. En ik zeg, weet je, ga met mij, we gaan naar de sportschool. Neem ik gewoon mee. Ja. En 10 minuten ervoor zeg ik tegen een andere vechter. Ja, grap, jij hebt je kansen gehad, grap. Je hoeft niet meer met mij. Ja. Daar is het verschil. Ja. Dat krijgt hij dan zo direct te horen? Hoe bedoel je direct? Zoals je dat krijgt hij dan zo direct zoals je dat nu zegt? Natuurlijk, helaas. Ja. Ik bedoel, je kiest dat niet voor ons. Ja, maar ja. Snap je, nu ook nog zijn vechters. Ja, dit, dat. Kan ik weer komen trainen? Nou,
Kan ik komen sparren? Ja, sparren wel. Ja. Sparren mag altijd, tuurlijk. Graag. En de rest, ja, als iemand dinges is, kom je, ja, kan ik komen sparren? Ik zeg, nou, ik heb liever niet dat je mijn jongens in elkaar slaat. Ja. Jij bent denk ik te sterk voor ons. Ja. Ja, of ik het mee, ja, daar kom je later achter, maar vaak is het. Ja, weet je, je kiest daarvoor. Dat, je... dat sparren, daar wil ik het nog wel even over met jou over hebben. Want, dat mag. In Amerika is nu een beetje een trend aan het ontstaan, vooral in de UFC, waarbij men zegt, oké, met trainen, semi-contact, niet hard op het hoofd, sparen, gezondheid voor je hersenen, et cetera. En als ik dan op woensdagavond bij jullie kijk, als ik lekker Braziliaans zoiets zeg, dan ben ik blij dat ik niet twee matten verder sta. Want daar staan mensen elkaar wel echt gewoon de wedstrijd sparren. Is best wel, gaat er best wel hard aan toe. Wat is de visie daarop? Want ik zie daar regelmatig mensen die, die toch even neergaan of op de kont gaan zitten. Ja, maar dat is dan niet hetzelfde. Luister, het is heel simpel. Hè? Hoe meer er mag, hoe minder er gebeurt. Dat is één. Hoe meer er mag, hoe minder er gebeurt. Juist. Hoe meer er mag, hoe minder er gebeurt. Hoe meer restricties er is, hoe meer er gebeurt. Dat is één. De tweede. Je moet ook af en toe even een beetje dat wedstrijdgevoel naar boven halen. Anders herken je het niet. Ja. Als je er staat. En als jij bijvoorbeeld, als ik nou met jou bezig ben en ik sta zo en ik laat steeds mijn handen zakken en jij tikt me bijna op mijn hoofd, dan kun je natuurlijk op rekenen dat je dan in de wedstrijd dat je weer je handen laat vallen. Ja. Dus het is een beetje, hoe zeg je dat nou? Proefexamen. Ja. Ja. En proefexamen moet je het gewoon netjes en goed doen. Klaar. Ja. En die mensen die gaan zitten, zijn meestal mensen die komen van buiten af. Die hebben beneden aan de bar heel veel verhalen verteld. Ja. Hoe goed ze wel niet zijn en wat ze allemaal niet moeten kunnen en wat ze doen. En of ze wel voluit mogen gaan. Nou ja, oké. Als je dat wilt, dan moet je dat doen. Ja. Snap je? Dus ja. Zo is het. Daar en, staat er een heel team paraat voor je. Ja, jouw, ja, dat zijn mensen. Ja. In ieder geval, laat ik zo zeggen. Je hebt... Ik heb vechters. En die weten wel hoe het moet, zeg maar. Maar ook als iemand anders ook goed is. Die kunnen ook het waarderen als iemand anders ook goed is. Ja. Zeker, ja, maakt het als je gewoon een lekkere buikpartij hebt gehad, heb je zeg, hey, en nog een ronde, man. Ja. En dan nog een ronde. En dan, hey, bedankt, man. En dan kunnen we zo nog een rondje doen. Ja. En dat is niet van, ik wil van je... Nee, het is niet, ik wil van je winnen. Ik wil van je leren. Ja. Ja, ijzer maakt ijzer. Of ijzer smeet ijzer, toch? Ja, meestal wel. En ja... Ja, en voor de rest, er kunnen wel eens wat gebeuren. Alleen je ziet die jongens hier zelf nooit gaan. Want ja, die weten, die moet scherp zijn. Ja. Je kan niet binnenkomen lopen en denken van... Doe het even. Ach, man, hoe kan mij nou gebeuren? Ja, ja, nee, oké, er kunnen heel veel dingen gebeuren. Dus, want meestal ook, ze gaan niet ook... Meestal gaan ze niet in elkaar, meestal geven ze het al een beetje op. Maar ze willen het niet opgeven. En dan denken ze, nou, dan gaan we nog iets harder doen. Ja. En dan meestal, dan gebeurt er altijd iets, weet je. Van, ja. Geven ze geen stoot, maar dan geven ze per ongeluk een elleboog. Ja. En sorry, of ze geven een kopstoot. Of een knietje in het kruis. En dan jongens kijken zo van, oké. Dan gebeurt er nog iets. En dan denken ze, nou, hier heb je die hoge trap te pakken, bam. Ja. Klaar. Die heb ik al 35 keer gespaard en dan heb je hem. Ja. En dat is vervuilend. Ja. Aan de ene kant, aan de andere kant, ach. Erbij. Hoe snel gooi jij de handdoek in de ring? Nooit. Nooit gedaan? Jawel. Wel gedaan. Maar... Een vechter is een vechter, weet je niet. En, je neemt hem
niet in bescherming soms om de handdoek te gooien. Dan haal je een beetje het rauwe bij me af. Ja. Snap je? Mm-hmm. En soms komen vechters wonderbaarlijk terug. Ja. We hebben Badr op de grond zien leggen tegen Karev, slaat hem ook uit. Ja. Badr op de grond zien leggen tegen Zimmerman. Alistair ook. Mm. Heeft hij er ook een mooie comeback gemaakt? Tegen Elsa was een andere wedstrijd. Tweede wedstrijd kreeg hij niet te klappen. Tegen Elsa werd hij op de grond gegooid. Ja. Elsa was gewoon even maai te sterk qua dat worstelwerk. En toen sloeg hij hem aan en daarna trapte hij hem eruit. Ja, twee keer bij Jury gaat één keer in een toernooi in een hoog schermen horen. Dus er waren 7 men in een toernooi. En dat kan ook gebeuren. Ja. En Jury wint in mijn ogen van Kaas. Kaas twee keer stop. Zit wat in mijn oog. Ja, ik dacht dat het de vuist van Jury was. Hun vonden van niet. Maar we verliezen op punten. Wonder boven wonder. Oké. We kunnen weer toernooi in. Moeten we tegen Zak. Die had nog niet gevochten. Hier is Zak. En Jury staat licht voor. Dat is er niet ver voor hoor. We waren weer met een bus van het lommetje natuurlijk. En opeens, Jury slaat hem aan. Bam, hij staat naar achteren, laat zijn handen. Ploeg zak, ik krijg een hoge trap. Boom, 8 tellen. Hij staat op, wordt geteld tot 8. En op het moment dat die zak naar hem toe wil lopen, zie ik Jury een beetje door zijn benen zakken en herpakken. Dan gooi ik de handdoek. Want dan gaat hij zich toen niet meer herstellen. Nou ja, dat is een keer. Ja. Ander verhaal. Jury vecht tegen Tyrus Spong. Ik had de tactiek uitgestippeld. Werkte. Eerste ronde Spong laten komen. Tweede ronde. Derde ronde landde Jury al. Zijn combinatie. En tweede ronde al begon hij al te raken. Derde ronde al. En dan op een gegeven moment gebeurt iets. Spong trekt zijn knie op. Scheur onder zijn oog. En Spong is aan het eigen. En Jury staat nog. En dan duurt het veel te lang, een Spong kan weer bijkomen. En verlies ik weer, joh. Ja. Moet ik de handdoek gooien? Hij zei, nee, nooit meer. En op een gegeven moment gebeurt er iets. Jullie krijgen 8 tellen. En toen vond ik het genoeg. En toen wou ik hem niet de handdoek gooien. En toen ging ik hem roepen. Maar je weet het ook, als je zo ver in die wedstrijd zit. Dan, als iets herkenbaar is, ja. Ja. Dus toen keek je naar mij. En ik zei, kijk dan toen. En hij reageerde dus niet op scheidigde. Scheidigde is het over. Hmm. Dus dat is geen handdoek gooien aan de ene kant, aan de andere kant wel. Ja. Als je nou, als vechtsporttrainer, dan komt een nieuwe jongen, een verse wigger, die komt bij jou in de sportschool. En die wil over 3 maanden wedstrijden doen. Je hebt 3 maanden de tijd om de jongen klaar te stomen voor zijn eerste wedstrijd. Waar zou je dan de grootste focus op leggen? Is daar een algemeen protocol wat je daarvoor hanteert? Nee, dat doe ik allemaal niet, man. Vanaf wanneer kan ik wedstrijden doen? Weet ik niet. Leg het jezelf. Wat wil je ervoor doen, maar vooral wat wil je ervoor laten? Ja. En je kan wel zeggen van, ik wil wedstrijden doen. En heb ik gezegd, het kan binnen 3 maanden. En als jij dan iedere week lekker op stap gaat en je eigen vol laat lopen. Ja, dat is op de mijn schuld. Dus ik doe dat niet aan. Maar als je mij nou 3 maanden mocht klaarstomen en ik zou iedere dag komen trainen. Ik zou niet drinken. Over 3 maanden heb ik een wedstrijd. Ik ga je vol voor. Nee, dat gaat er niet om, man. Dat gaat er niet om. Er zijn nog veel meer dingen die je moet laten. Weet je. Je moet op dieet. Je moet goed voedsel nemen. Je moet, dit moet allemaal uitgebalanceerd worden. Dus dat moet je doen. Dan ga je trainen. Dan moet je je ook herstellen. Dan moet je, er komt zoveel bij kijken. De meeste mensen zeggen, even een potje matten, man. Dat doe ik 3 keer in de week. Of 3 keer in de maand bij een café. Op de hoek. Als ze bij Gochems drank komen. Zo werkt het niet. Ja. Weet je. Ja. Dat is gewoon heel anders. En wat wil je doen? Weet je, want ik wil wel trainen. Ja, hoe hard wil je trainen? Wil je alles geven? Ja. En wat heb je gedaan? Heb je nog niks gedaan? Sla je waarschijnlijk in de eerste paar maanden, eerste weken je handen kapot. En dan heb je een paar in je handen. Ja. Ja. Nou, je moet je blessures verzorgen. Ja. Het zijn heel andere dingen. Dus ja, die dingen die... Ja, die zijn niet zo.
Oké. Hey, we moeten een beetje gaan afronden. Jij, nou, we zitten nu midden in de corona, in het coronatijdperk. Jouw sportschool is ook dicht. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen de leden? Tegen de leden? Ja. Allereerst wil ik de leden die er nog steeds zijn hartstikke bedanken voor de steun, de toeverlaat, de toewijding, maar vooral het geloof in mij als trainer en sportschoolhouder. Ja, weet je, ze weten, als de coronatijd voorbij is, dan maak het goed met ze. Hun geld krijgen ze terug op hun pasje gestort. Dus dat zijn ze niet kwijt. Het is wel een manier voor mij om de sportschool zo te behouden. Ja. En ja, het wordt zeg maar ja, de original leden. De OG. Zeg maar, de OG's van de gym. Original gangsters. Ja. Ja, original gym buffs, OG's. Ja, tuurlijk, weet je niet. En die mensen, die waardeer ik ook. Ja. En ja, dat zijn ook de mensen waar ik altijd klaar voor sta. Ja. Dus ja, dat is, het is moeilijk eventjes met die coronatijd. Ja. Degenen die mij maar een beetje kennen, die weten ook van dat ik voor mijn woord sta. En dat het zometeen allemaal wel weer goed komt en meer als goed. Ja, ja zeker. Mooi. Ja. Oké, man. Nou, dan wil ik jou in ieder geval bedanken dat we het uiteindelijk hebben kunnen faciliteren hier, dit gesprek. Ja, graag gedaan. En gelukkig, hè, want als ik een hele klote aan moet rijden. Ja. Maar je bent welkom om nog een keer te komen. Je hebt ook onlangs je boek uitgebracht. Graag. Ja, klopt. Te kopen in de sportschool, denk ik. En gewoon in de boekhandel ook wel. Ja. Online. Ja, ja. Het loopt een beetje af nu. Maar we hebben gelukkig 3 drugs kunnen doen. Ja. De derde druk, zoals het heet. Oké, tof. Dus ja, het was hartstikke leuk. Het is iets heel anders. Ja, maar er is gewoon een boek over je geschreven. En dat zegt al een hele hoop, toch? Ja, ik stond erover in te kijken. Ja. Ja. Ja, heb je mezelf ook gelezen, of niet? Ja, natuurlijk. Mooi. Ja, nou goed. Ik wil in ieder geval onwijs veel succes wensen in de komende tijd. En ja, goed. Ik ken je al bijna 20 jaar. Ik ga ervan uit dat ik je over 20 jaar nog steeds zie. Waarschijnlijk wel. En ja, vette dingen doe je. En blijf je werk doen. Want een hoop jongens, die hebben je nodig. Niet alleen voor het vechten, maar ook om ze, ja, gewoon. Ik zie wel echt dat je je eigen club hebt gecreëerd waar jongens wel echt gewoon een kans krijgen, waar ze zich thuis voelen. En ja, inderdaad, wil je in het loodgieterspak blijven lopen of wil je in de ring het maken? En die weg, die maak je wel voor ze vrij. En ik denk dat niet iedereen van de buitenkant beseft hoeveel werk, tijd en effort jij hierin steekt. Ja, dankjewel. Dus die krijg je van mij. En luisteraars, ik wil je in ieder geval bedanken. Mike, is er nog iets wat jij wil zeggen als afsluiter? Heb je nog een goede mop? Nou ja, wat voor mop wil je horen? Ja, je laatste. Mijn laatste mop, ja. Oh shit, nou overval je me. Even kijken. Nee, ik denk dat ik moet laten schieten, toch? Ja. Wacht even, ja. Eentje, je allerbeste. Ja, de allerbeste. Ja, maar die allerbeste. Die op elk feestje maakt. Nee, ja, die duurde altijd heel lang. Daarom gebruikt. daarom gebruikt voor feestjes. Ik ken er wel eentje. Dan komt er een vrouw bij de tandarts. En die zegt, heeft u toevallig het gebit van de heer Wichert gerestaureerd en opnieuw gemaakt? Ja, welke had hij? Nou ja, de duurste. Van de duurste helemaal gemaakt. Dus die vrouw die gaat op die bank zitten en die doet in één keer die jurk omhoog en die broek naar beneden. Zegt die tandarts, wat doet u nu? Dan kunt u hem ook even eruit halen. Zo flauw dit, hè. Oké. Mike, dankjewel jongens. Luisteraars, tot de volgende keer. Oké. Hoes.